الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي واذهب غيب قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتني، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. بس عن ويفخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله استغفر الله سبحانه وتعالى. Onze Heer, onze Schepper, onze Onderhouder, onze Voorziener, de bron van ons voedsel. En het is de gunst van de geliefde profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dat wij de kans en de mogelijkheid hebben gekregen om vandaag hier bij elkaar te komen voor onze wekelijkse mefile ihya. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze aanwezigheid in zijn hof accepteren. Eigenlijk hadden wij vandaag het onderwerp staan rahmatul lil alamin. Vorige week waren wij begonnen met de eigenschappen van de geliefde profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tijdens de mefil ihya, de Maulid special. Het is de maand waarin de geliefde profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is geboren, naar de wereld is gekomen, vreugde voor ons allen. Hij die de leiding naar ons toe heeft gebracht, hij die ons dien heeft gegeven, hij door wie Allah subhanahu wa ta'ala zijn kalam naar ons toe heeft gebracht. De Koran al-Karim, de kalam van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat geen schepping is van Allah subhanahu wa ta'ala, maar een eigenschap is van Allah subhanahu wa ta'ala. De Koran al-Karim. Koran is niet alleen leiding voor de moslims, maar Koran is leiding voor de totale mensheid. Subhanallah. De maand waarin de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam op de wereld is gekomen en ons heeft begunstigd met de hidayah van Allah subhanahu wa ta'ala. De bedoeling was dat wij vandaag het onderwerp rahmatul lil alamin zouden behandelen. Dat onze geliefde profeet, vrede zij met hem, de genade der werelden is. Hij is de genade der werelden. Inshallah, volgende week zal ik dat gaan behandelen. Zoals velen misschien van jullie weten. En wat er allemaal gaande is op social media, met betrekking tot een korte clipje van mij uit de lezing van, ik denk nu al meer dan 5 jaar geleden, wat een privé mehfil was, waarin ik gesproken heb over het onderwerp onder de vers van Allah subhanahu wa ta'ala van de Koran: An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Dat de geliefde profeet, vrede zij met hem, dichter bij ons is dan ons eigen leven. Onder dat vers van de Koran heb ik bepaalde punten aangehaald. Jammer dat het niet heel de lezing op social media staat, op YouTube staat, op Facebook staat, maar dat alleen maar een stukje van 4-5 minuten eruit is gehaald en dat is verspreid. En daardoor hebben vele mensen die hebben een soort van pijn ervaren. En dan praat ik niet over de Hindoes of de Christenen of de Joden of de atheïsten, maar ik praat over
pijnen die ervaren zijn door moslims. Want heel mijn lezing was gericht naar de moslims toe. Heel blij en openlijk komen onze moslimbroeders en zusters naar de mahafil van Miladun Nabi, Gyarwi Sharif, Yawme Hussein, Miraj Sharif en dergelijke. Dit alles heeft te maken met onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Maakt uit welke mehfil het is, onze geliefde profeet, vrede zijn met hem, staat centraal in het leven van een moslim. Maar wat voor moslim ben je nou? Als je alleen de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam aanhoudt en hem gedenkt, maar niet zijn lering volgt. En dit is het trieste van vandaag. En daarom ook dat wij onze focus hebben gezet op kennis. Vergaar kennis, beste mensen. Broeders en zusters, verpest je leven niet hier op deze wereld. Vergaar kennis van het geloof. Dan praat ik specifiek tegenover de moslims. Vergaar kennis van het geloof. Je bent een moslim. Wanneer je een moslim bent, wanneer je het geloof islam beleidt, dat betekent dat je te maken hebt met de regels van de islam, niet met de regels van de hindoe, niet met de regels van de christenen en de joden. Je hebt te maken met de regels van de islam. Nu wanneer moslims op Facebook samen met de hindoes, met de mushriks, de ulama gaan aanvallen, de lering van de geliefde profeet sallam gaan aanvallen, wat voor moslim ben je dan? Die vraag moet je zelf thuis gaan beantwoorden wanneer je in bed ligt. Wat voor moslim ben je? Mij is gevraagd om antwoord te geven, uitleg te geven over hetgeen wat ik heb aangehaald. Zal ik ook doen, inshallah. Opname wordt gemaakt. Die zal zo snel mogelijk. Zal het ook verspreid worden, inshallah. Alhamdulillah, alles wat ik aanhaal, alles wat ik naar voren breng, zijn niet mijn woorden. Alles wat ik ook zeg, en dit is mijn da'wa naar iedereen toe. Maakt niet uit of je een normale moslim bent, of maakt niet uit of je de mufti van de muftis bent. Maakt mij helemaal niet uit. Alles wat ik zeg, kan ik bewijzen uit Koran en hadith, omdat het niet mijn woorden zijn, het zijn de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit is de lering van imam Ala Hazrat rahimahullah ta'ala. Dit is de lering van onze awliya. De lering die zij voor ons hebben achtergelaten. De lering van de salaf al-salihin. De lering van de ahle sunnati wal jama'a. Jammer genoeg moeten wij weer gaan beginnen bij de basis. De basis. De basis van het geloof. Wat men eigenlijk, wanneer zij klein zijn, kinderen zijn, moeten leren. Jammer genoeg zien wij terug aan de reacties van de moslims op Facebook. Dat zij niet eens de basis hebben geleerd toen zij klein waren. Daarom zeggen wij, ook aan de ouders, wanneer je kinderen hebt. Je hebt verantwoordelijkheid, vriend. Je hebt verantwoordelijkheid. Je kinderen horen het geloof te leren. Je hoort je kinderen het geloof goed te onderwijzen. Anders gaan ze zulke onzin uitkraaien op social media. Behalve aan de hand van de hetze die nu gaande is. En het is niet alleen daarbij gebleven. Het zijn ook tot dreigementen gekomen, aangekomen. En verbale aanvallen en dergelijke die ik meemaak. Alhamdulillah, ik ben bang voor niemand. Dit wordt opgenomen, zal gaan op social media. Alhamdulillah, ik ben bang voor niemand. Als je wilt komen, kom maar. Ik zal tot mijn laatste adem het woord van Allah subhanahu wa ta'ala en de geliefde profeet sallam verspreiden. Geen enkele zwaard, geen enkele kogel zal mij kunnen stoppen met dit. Wat is nou mooier om dood te gaan? Door het verspreiden van de lering van de geliefde profeet sallam en dood te gaan als een wadi ashik rasool, dan dood te gaan als een hypocriet. Met het gewaad van een moslim. En dit is de lering die wij geven. Udghulu fi silmi kafa. Zeg ik niet, Allah subhanahu wa ta'ala zegt dit. Allah zegt dit, en ik spreek nu tegen de moslims. Allah zegt dit. Udghulu fi silmi kafa. Wanneer je islam beleidt, beleid je dan compleet. Niet een stukje hieruit, een stukje uit het hindoeïsme, een stukje uit het christendom, een stukje uit het jodendom. Nee, dat is geen islam. Udghulu fi silmi kafa. Beleid het geloof compleet. Afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Moslims praten vandaag de dag aan de hand van die 4-5 minuten clipje.
Het is een filosofie wat hij aanhoudt. Het is zijn gedachtegang. Hij heeft niet gesproken met bewijzen, met Koran, hadith. Hele domme reacties komen naar voren. Ik zal alles punt voor punt gaan behandelen. Daarom vandaag zal ik met bewijzen praten, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt af en toe in bij ba'd al-kitab. Wat ik voeroen heb in ba'd. Neem jij een gedeelte van de Koran, van de boodschap die Allah heeft gegeven aan? En verloochen je een gedeelte ervan? Nee. فَمَا جَزَاءُمْ مَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكُ. Dit is niet wat islam ons heeft geleerd. Wij hebben te maken met regels, beste mensen. Elk geloof heeft met hun regels te maken. Als wij ervoor kiezen om moslims te zijn, moeten wij onze regels respecteren, accepteren en waar het kan beschermen. Inshallah. Ik zal gaan beginnen. Er is gesproken over het zaaien van haat. En over het zijn van een extremist. En van mensen met zulke gedachtegang, wat doen zij in Nederland? Moeten gaan naar hun eigen land weer. Jammer genoeg, mijn eigen land is India, wanneer ik terugkijk naar mijn voorouders, dus dat zal niet goed uitpakken voor hun. Ik ben hier geboren en gedogen, dus ik ben een Nederlander. En toevallig ben ik ook geboren in Rotterdam. Dit is mijn stad. Dit is mijn terrein, dit is mijn territorium. Maar hij wordt aangehaald van, dit is een haatzaaier die geen respect heeft voor andere geloven. Dit is zeker niet zo. Natuurlijk gaat het zo overkomen wanneer hij maar 4-5 minuten van een lezing van meer dan een uur die gegeven is, wanneer je maar zo'n klein stukje eruit haalt, dan ga je dit krijgen. Zeer zeker. Dus laten wij daarom allereerst gaan hebben over de menselijke waardigheid. Menselijke waardigheid. En let goed op, broeders en zusters. En wat ik ook zeg, luister goed wat ik zeg. Het moet niet zo zijn dat we hier iets horen en buiten wat anders vertellen. Zeker niet. Dus luister goed aandachtig wat er gezegd wordt en probeer het te begrijpen. Menselijke waardigheid. Wat leert islam ons eigenlijk? Wanneer wij moslims zijn, hoe moeten wij omgaan met andersgelovigen? Hoe moeten wij omgaan met christenen? Hoe moeten wij omgaan met joden? Met boeddhisten? Met atheïsten? Zij die helemaal nergens in geloven. Hoe gaan we met zulke mensen om? Wij leven in een maatschappij waar wij met elkaar te maken hebben. Hoe gaan wij met elkaar om? En Allah subhanahu wa ta'ala en de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam, die hebben ons geleerd van maakt niet uit met wie je te maken hebt, je gaat met elkaar met respect om. Of je nou omgaat met een moslim, of je nou omgaat met een hindoe, met een christen, met een jood, met een atheïst, met een boeddhist, met een arm persoon, een rijk persoon, iemand die status heeft, geen status heeft, een blank persoon, een donker persoon, een geel persoon, groen persoon, maakt uit welk persoon. Voor een ieder heb je respect. Respect, daar draait alles om. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zegt, surah 109, surah Kafirun, vers 6, hele bekende vers van de Koran, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. De geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen de kuffar, voor jullie godsdienst, voor mij, mijn godsdienst. Voor jullie geloof, voor mij, mijn geloof. Dit vers van de Koran zal zo meteen naar voren komen. Heel deze sura zal naar voren komen, inshallah. Wanneer we kijken naar de ahadith en mubaraka, de gezegende woorden van de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan vinden wij terug het gedachtegang wat vandaag de dag wordt verspreid van deze moslims die zeggen van je mag geen kerst vieren, je mag geen Diwali vieren, je mag geen pagoda vieren,
En je mag niet meedoen met de religieuze activiteiten van andersgelovigen. Dit zijn extremisten. Zulke mensen moeten uitgeroeid worden. Zulke mensen moeten opgehangen worden. Zulke mensen moeten verbannen worden. Het land uitgezet worden en dergelijke. Hier heb ik het over. Deze ideologie. Zometeen komen we sowieso erachter wie extremist is en wie niet. Wie met die extreme gedachtegang zit en wie niet. Allereerst haal ik aan de hadith van de geliefde profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aan Abi Huraira radiyallahu ta'ala an qaal, Sunan an-Nasa'i Sharif. Een van de 6 authentieke hadithboeken, hadith nummer 4995. Aan Abi Huraira radiyallahu ta'ala an qaal. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو كما قال الخليفة البروفيت صلى الله عليه وآله وسلم ليرت أنس حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عن أوفرليفر ده الخليفة البروفيت فريد زي ما تهم هيفت خزيخ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده مسلم استخينه van wiens tong en hand de mensen veilig zijn. Een moslim, wat is de definitie van een moslim? Wat is het karakter van een moslim? Karaktereigenschappen van een moslim. Een moslim is iemand van wiens tong en zijn handen de mensen, niet de moslims, de mensen veilig zijn. Deze hadith van de geliefde profeet heeft een hele brede uitleg. Hele brede uitleg in het kort. Van je behandelt elkaar met respect. Ik neem aan, jullie zijn gekomen hier om te leren van hoe wij om moeten gaan met zulke situaties. Ook al die Facebook warriors die actief zijn op Facebook waren uitgenodigd vandaag. Al die warriors. Of ze gaan komen, of het nou moslim zijn of hindoe zijn, maakt mij niet uit. Ze zijn niet gekomen. Ik krijg appjes binnen. Je moet uitkijken. Regel beveiliging alvast. Vanavond dit en dat. Alleen maar praatjes. Want ze weten, de moslims, die weten, maakt uit wat ze zeggen op Facebook, binnen in hun hart weten ze, mijn ouders zijn niet blij met mij wanneer ik het doe. Want het is niet de lering van de islam. Ergens weten zij dat ze fout bezig zijn, maar ze hebben nu een smoes om hun zonden te verbergen. Ze hebben nu een smoes om voor de verkeerde handelingen die ze doen, de feesten die zij willen meemaken, wat tegen de kardinale leerstelling van de islam ingaat, dat ze daar nu een smoes voor hebben. Om erop te kunnen reageren en zichzelf gerust te kunnen stellen. Van nee, ik zit goed. Ik heb zoveel mensen op Facebook die me steunen. Nee, bhaiya. In het graf zal niemand je steunen. Zelfs je vader, je zoon, je dochter, je vrouw, maakt niet uit wie zal niet met je meegaan in het graf. Niemand zal met je meegaan. Je handelingen zullen met je meegaan. Wat je hier op de wereld gedaan hebt, dat zal met jou meegaan. Jouw gedachtegang zal met jou meegaan. Allahu Akbar. Dan schreef de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt verder: wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Nu zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: en het is een eigenschap van een mu'min. Wat is de definitie van een mu'min? Een mu'min is iemand. De gelovige is degene van wie de levens en de rijkdom van de mensen veilig zijn. De mu'min is iemand die geen levens neemt van mensen. Die niet steelt van mensen. Die bezittingen van mensen niet overneemt. Onrechtmatig wegneemt. En mensen niet vermoord. Dit is de definitie van een mu'min die ons is gegeven door de geliefde profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vandaag de dag mensen praten over vreedzame samenleving. Vreedzame samenleving. Hoe noem je dat in het Engels? Peaceful coexistence. Vreedzame samenleving.
Wat is de definitie van peaceful coexistence? Wat is dat, de definitie daarvan? Dan komen we tegen concurrentie zonder oorlog. Concurrentie zonder oorlog. Of een vredesbesluit tussen verschillende partijen met sterk verschillende politieke systemen en ideologieën. De islam gaat verder dan dit. De islam blijft niet haken op vreedzame samenleving. Maar de islam gaat verder. Dat heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons geleerd dat de islam verder gaat dan dit. Hij heeft gezegd, islam is een voorbeeld in integratie. Is een voorbeeld in wisselwerking. Is een voorbeeld in samenhang. Burgerschap. Het ontmoeten van mensen. Met mensen praten. Discussies aangaan met mensen. Het helpen van elkaar. Mensen die problemen hebben, niet moslims onderling. Mensen die problemen hebben om ze te gaan helpen. Om met mensen in contact te staan, zodat 1. Je hen kan helpen. 2. Een vreedzame samenleving kan creëren. En 3. Dat je de dawa van het geloof kan doen. De islam gaat verder dan dit. De islam gaat verder. Dus aan de hand van deze punten geloven de moslims erin. In wat? In de vreedzame samenleving. Multiculturele samenleving. Multireligieuze samenleving. Wat Allah dacht, lakum dinukum waliyadin. Jullie hebben jullie geloof, wij hebben onze geloof. Daar is het dus niet over te maken. Geloof wat jij wilt, ik geloof wat ik wil. Afgelopen. Maar het respect hebben voor elkaar, dat is belangrijk. Bijvoorbeeld, ik ben een moslim. Ik ben op mijn werkvloer. Een collega van mij komt naar mij toe en zegt hier een broodje ham. Is dit respectvol naar mij toe? Nee, want die weten, wij eten geen varkensvlees. Voor ons is het haram. Precies zo, wij doen het ook niet. Dat wij op ons werkvloer. Maar ik heb ook heel veel hindoe vrienden. Denk niet, ik heb geen hindoe vrienden. Ik heb ook op school gezeten. Ik heb ook hier gewerkt en dergelijke. Ik heb ook contacten met pandits en dergelijke, met wie ik nog steeds in gesprek ben. Tot vandaag heb ik nog een pandit gesproken, een oude vriend van mij, die een collega was van mij. We hebben samen gewerkt 2,5 jaar lang. Ik heb nooit tegen hem gezegd, hier, pandit Saheb, dit is een broodje beef. Dit is een broodje rundvlees, heb ik voor jou meegebracht. Nee, ik weet, hij eet dat niet. Ik heb respect voor hem dat hij dat niet eet. Dit noem je vreedzame samenleving. Je houdt rekening met elkaar. Ik ga dat niet doen, omdat ik weet, hij eet geen bief. Hij eet geen rund. Ik eet geen varken. Mensen houden daar respect, daar rekening mee. Ze hebben respect voor het feit dat ik geen varken eet. Precies zo moeten wij dat als moslim zijnde ook rekening houden, ook voor jullie toe. Wanneer jullie op werk tegenkomen en dergelijke, praat niet over rund. Niet met de hindoes. Waarom? Respecteer dat. Voor hun is dat heilig, dan moet je dat respecteren. Klaar opgelopen. Dit is vreedzame samenleving. Dit is menselijk waardigheid. Menselijk waardigheid. Begrijpen jullie het? Begrijpen jullie het? Ik hoop dat jullie het begrijpen ook. De kijkers die dit gaan kijken. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Zie je? Heel simpel. Heel simpel. Nu komt de vraag op. Oké, Maulana Saheb, vreedzame samenleving, respect hebben voor elkaar, dus we mogen met elkaar kerst vieren. We mogen samen Holi Pagwa vieren, ik hou van die kleurtjes. Bhaiya, ga die kleurtjes thuis zelf doen. Mogen we dit doen samen? Nee is het antwoord. Waarom? Dit ga ik onderbouwen. Want dit was het gedeelte wat is voorgekomen in dat clipje. Wat daarvoor is, ik had daar ook uitgebreid over gesproken. Maar ze hebben maar een clipje aangehaald, een klein stukje aangehaald. En ze willen zo de moslims in het verkeerde daglicht zetten. En vele van onze moslims die gaan mee. Die gaan mee denken, ze zijn vrienden van ons. Wat zijn vrienden? Facebook vrienden. Facebook vrienden, hai. Facebook vrienden zijn mee. Mashallah. De vraag kan komen, waarom moeten wij daar rekening mee houden? Wij kunnen toch ook elkaars feesten nu gaan bezoeken, met elkaar omgaan. Omgaan is wat anders. Religieuze feesten meemaken is wat anders. En dit ga ik vandaag uitleggen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surah Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Wie van jullie kent deze surah niet? Iedereen kent deze surah. Iedereen die namaz heeft kent deze surah toch?
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. What we take in the surah from the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala zakh, O Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Ya ayyuhul kafirun, O ongelovigen. Wanneer je geen moslim bent, ben je volgens de moslims een ongelovige. Ja? Bijvoorbeeld, ik beleid de islam. Ik beleid niet de christendom. Nu gaat de christen mij geen gelovige noemen. Hij gaat mij een ongelovige noemen. Want volgens zijn kardinale leerstelling, volgens hun akida, volgens hun geloofsovertuiging, is mijn geloofsovertuiging niet in overeenstemming met hun geloof. Dus volgens hun geloof ben ik een ongelovige. Vele mensen zien dit als een scheldwoord. Het is een scheldwoord. Ongelovig is een scheldwoord. Bhai, hoe is het een scheldwoord? Leg me uit hoe dit een scheldwoord is. Of je bent een gelovige volgens een geloof, of je bent een ongelovige. Als je volgens de islam een ongelovig bent, dat betekent dus dat jij misschien een hindoe bent, of dat jij een christen bent, of dat jij een jood bent, of dat jij een atheïst bent. Nergens in geloof. Volgens de islam. Precies zo volgens christendom. Ik ben een moslim, volgens de christenen ben ik een ongelovige. Toch? Oké, mensen zullen zeggen, nee, dat is niet waar hoor, dat is niet waar. Dat is zeker waar. En wanneer je dit wilt uittesten, op de straten, zaterdag op de zondagen, wanneer je de Jehovah's getuigen ziet, ga naar ze toe. Dan zal je zien of je gelovig bent of een ongelovig volgens hen. Je zal het zelf zien. Ga naar de Jehovah's getuigen toe, ga een gesprek aan met hem, dan zal je heel snel erachter komen dat je een ongelovige bent. Volgens hem, geen enkel probleem. Klopt ook, want ik geloof niet in hun geloof. Ik heb mijn eigen geloof. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, zeg o Muhammad, قل يا أيها الكافرون. O ongelovigen, لا أعبد ما تعبدون. Ik aanbid niet wat jullie aanbidden. Dat bedoel ik? O ongelovigen, ik aanbid niet wat jullie aanbidden. Jullie doen iets anders, wij doen iets anders. ولا أنتم عابدون ما أعبد. En jullie zijn ook geen aanbidders van wat ik aanbid. O ongelovigen, en jullie, dus ik bid niet aan wat jullie aanbidden. En ook jullie zijn geen aanbidders van hetgeen wat ik aanbid. Heel duidelijk. Wala ana aabidum ma aabadtum. En ik zal nooit een aanbidder worden van wat jullie aanbidden. Verder, wala antum aabiduna ma aabud. En jullie zullen nooit aanbidders worden van wat ik aanbid. En dit is een hele belangrijke stuk van de Koran. Zo'n bekende vers van de Koran. Zo'n bekende vers. Niemand staat erbij stil. Zo'n bekende vers van de Koran. Allah zegt, tegen de geliefde profeet, zegt tegen hun. En jullie zullen nooit aanbidders worden van wat ik aanbid. Weet je wat dit inhoudt? Dit betekent niet van ze zullen misschien nooit moslims worden. Nee. Want wanneer ze moslim zullen worden, zullen ze sowieso hetgeen laten wat zij gingen aanbidden. En zullen ze nu gaan aanbidden waar ze nu in geloven. Deze vers van de Koran betekent, wanneer je geloof blijft, blijf er dan in. Aanbid hetgeen waar jij in gelooft, niet hetgeen waar jij niet in gelooft. Heel duidelijk, daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala, lakum dinukum waliya din. Voor jou jouw geloof, voor mij mijn geloof. Heel simpel. Heel simpel. Ik bid niet aan wat jij aanbidt, jullie aanbidden niet wat ik aanbid. Ik zal ook nooit aanbidden wat jullie aanbidden, jullie zullen nooit aanbidden wat ik aanbid. Voor jou jouw geloof, voor mij mijn geloof. Klaar, afgelopen. Waar is de ruzie? Waar is de ruzie? Nergens te bekennen. Allahu Akbar. Wij zeggen aan de hand van deze vers van de Koran, meerdere versen zijn er, van dat moslims niet mogen meedoen met de religieuze activiteiten van anders gelovigen. Mag niet. Heel duidelijk in de Koran voorgekomen. Heel duidelijk. Wij lezen deze sura van de Koran al zoveel jaren. Weet je niet eens wat het betekent? Daarom zeggen wij van wanneer je de Koran leest, doe zeker één ding in je leven. En dat is, neem dagelijks de vertaling van de Koran door. Koran is hidayah. Leiding. Voor de moslim, voor de mensheid. Wanneer jij als moslim de Koran niet leest, hoe wil jij andere mensen dan gaan vertellen wat de islam is? Hoe wil je dat gaan doen?
Hoe wil je andere mensen gaan vertellen waar jij in gelooft, wie jij aanbidt en hoe al deze zaken in elkaar zitten? Nee, je kent de Koran zelf niet. Die 10 soeras die je uit het hoofd hebt geleerd, that's it. Zo'n simpele vers van de Koran, zo'n simpele soera van de Koran, zo'n grote boodschap die erin zit. Allahu Akbar, we gaan verder. Om uit te kunnen leggen waarom wij dus specifiek niet mogen meedoen met religieuze activiteiten van anders gelovigen, moeten wij eerst gaan begrijpen wat is een moslim. We hebben net de definitie van een moslim gehad. Ja? Heel de definitie van een moslim gaat over vreedzame samenleving. Leef, laat elkaar leven. Heb respect voor elkaar. Iets waar zij in geloven, laat hen erin geloven. Iets waar jij in gelooft, jij gelooft erin. Laat niemand jou stoppen. Vreedzame samenleving. Multireligieuze samenleving. Hey, we gaan verder. Wat is nou een moslim? Heel simpel. Sahih Muslim Sharif, hadith nummer 34. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala an. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. حضرت عباس رضي الله تعالى عنه في الليل ذا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من رضي ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان دي خينا هيت أساسي فان إيمان فكريخن. De essentie van iman, de essentie van het geloof, heeft diegene verkregen. Men radiya billahi rabba, degene die tevreden is met het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn Heer is. Waarom bidden wij, waarom lezen wij namaz? Om jannah te verkrijgen, om hoor en eind te verkrijgen, om zoveel vruchten daar te hebben, om zoveel paleizen te hebben. Nee, beste antwoord is, omdat er niemand anders waardig is om aanbeden te worden. Daarom bid ik. Dit is het beste antwoord. Dit is waar wij in geloven. Waarom bidden wij? Waarom aanbidden wij Allah subhanahu wa ta'ala? Omdat er niemand anders aanbiddingswaardig is dan Hij. Dit is waar wij in geloven. En met volle trots moet een moslim dit kunnen zeggen. Maakt uit tussen wie je bent. Ik ben een moslim. Mijn geloof is islam en ik ben tevreden met Allah subhanahu als mijn Heer. Moeten wij hiervoor samen? Zijn wij nu een extremist? Nee toch? Het is mijn geloof. Allahu Akbar. Wat wil islami dina? Ik ben tevreden dat islam mijn geloof is. Wat bij Mohammed en Rasoola? Ik ben super tevreden ermee. Dat de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam mijn profeet is. Wat is nou een moslim? Een moslim is iemand die erin gelooft dat er geen God is behalve Allah subhanahu wa ta'ala en dat Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de boodschapper is van Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith nummer 2, Sahih Bukhari Sharif, hadith nummer 16. An Anas, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, salatun man kunna fihi wajada halawat al-imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa yuhibbul مرأة لا يحبه إلا لله ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال حضرت أنس رضي الله تعالى عنه over leven dat de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Degene die de volgende drie eigenschappen bezit heeft de werkelijke betekenis van iman verworven, gekregen. Welke drie eigenschappen? 1. Dat zijn liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala en yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Dat zijn liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala en dat liefde profeet sallallahu alayhi wa sallam groter is dan zijn liefde voor al het andere. Zijn liefde voor Allah en dat liefde profeet sallallahu alayhi wa sallam is groter dan alles op de wereld. Dan alles op de wereld. Punt nummer 2. Dat zijn liefde voor iemand alleen is omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wij van elkaar houden, is alleen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Punt nummer 3. Dat men na de islam geaccepteerd te hebben. Dit kan ook zo verwoord worden. Nadat men de islam heeft verkregen. Nadat men een moslim is geworden.
Nadat de islam heeft gekregen, het terugkeren naar koffer, ongeloof, zo erg haat, zoals hij het haat om in vuur gegooid te worden. Wie wil in vuur gegooid worden? Degene die roken, pak maar je aansteker en verbrand een vinger van je. Doe dat even voor een halve minuut. Je zal het kunnen doen. De eerste seconde zal je al pijn voelen. Dit is hoe erg je het haat. Niemand gaat het doen. Niemand gaat het doen. Wanneer heb je de werkelijke, de essentie van het geloof gekregen, de werkelijke betekenis van het geloof gekregen? Wanneer je de islam hebt verkregen en zo erg haat, zoals het haat om in vuur gegooid te worden, om terug te keren naar koffer toe. Het woord koffer en het begaan van koffer is iets heel groots. We staan er niet bij stil vandaag de dag. We staan er niet bij stil. Maar ik ga het zo meteen uitleggen, inshallah. Dit was hadith nummer 2. De eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala is waar wij in geloven. En de grootste zonde die een moslim kan begaan is het begaan van shirk. Wat is shirk? Shirk is het associëren van een ander met Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, surah Ikhlas, قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jullie zullen wel denken, dit zijn van die bekende surahs die hij aanhaalt. Bekende surahs. Kinderen kennen deze surahs. Deze surahs zijn klein, maar hebben hele grote betekenissen. Heel de tawhid is gebaseerd op قل هو الله أحد. Heel de eeuw is uitgelegd in قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. Allah Akbar. Zeg, hij is Allah, hij is één. Allah is één. Allah is samad. Allah is onafhankelijk eeuwig. Subhanallah. Lam yalid wa lam yulad. Hij verwekt niet, nog wordt hij verwekt. Nog werd hij verwekt. Hij verwekt niet, dus er komen geen kinderen uit hem. Nog is hij, werd hij verwekt. Ook is hij niet geboren. Ook heeft hij niemand boven zich. Duidelijk? Allahu Akbar. En niemand is hem in enig opzicht gelijk. Allah. Allah. Dit is waar wij geloven. Wij moeten weten waar wij geloven. Want we gaan het nu hebben over waarom. Waarom mag een moslim geen religieuze activiteit meedoen? Begrijp eerst wat een moslim is. Als je een moslim bent, weet wat je bent. Weet wat je bent. Weet waar je in gelooft. Hoe geloof je in Allah subhanahu wa ta'ala? En wat is de grootste zonde na imaan verkregen te hebben? Dat is shirk. Shirk is de grootste zonde. Wat is shirk? Dat je partner of een andere God accepteert naast Allah subhanahu wa ta'ala. Kan niet, is onmogelijk. Allah is één, qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Het is heel belangrijk voor ieder van ons om de fundamentele kardinale punten, de geloofsovertuiging waar wij in geloven, goed te kennen. Heel goed te kennen. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de volgende surah, surah 4, surah Nisa, vers 48. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih. Allah subhanahu wa ta'ala vergeeft het niet. Als er met hem deelgenoten worden toegekend. Allah vergeeft het niet. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Daarnaast vergeeft Allah alles wat hij maar wil. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. En ieder die Allah deelgenoten toekent, heeft zeker een afschuwelijke zonde begaan. Waar hebben we het over? Over een ander associëren met Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is één, qul huwallahu ahad. Een ander associëren met Allah subhanahu wa ta'ala. Begrijpen jullie het tot nu toe? Begrijpen jullie de punten tot nu toe? Waar geloven wij in? Hoe geloven wij in Allah subhanahu wa ta'ala? Allah is één. Wanneer wij moslim zijn en geloven in Allah, geloven wij erin dat er meerdere goden zijn?
Geloof jij daarin? Nee, wij geloven niet daarin. Waarom? Dat is onze kardinale leerstelling. Wij geloven daarin. Daarom zijn we moslim. Daarom zijn we moslim. Wij geloven in de geliefde profeet, vrede zijn met hem, als de laatste der profeten. Van de ongeveer 124.000 profeten die gekomen zijn. Dit is de basis akida. Verplicht om te geloven erin. Al-ma'lumatu min ad-dini bid-darura. Het is verplicht dat elke moslim hierin gelooft. De geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam is khatam al-nabiyyin, de laatste der profeten. Wanneer iemand nu zegt, nee, Mirza Ghulam Ahmed Qadiani Sahib is een profeet, na de geliefde profeet, kunnen wij dan zeggen, je bent een moslim? Nee, je bent geen moslim. Waarom ben je geen moslim? Omdat jouw geloofsovertuiging tegen de geloofsovertuiging van de geliefde profeet zelf in is gegaan. De kardinale leerstelling van de Ahle Sunnah die wil Jama'a is niet dat er een profeet kan komen na de geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam, maar dat hij de laatste profeet is. Precies zo onze kardinale leerstelling is, Allah is één. Er is maar één God. De moslims geloven daarin, dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah heeft geen kinderen. Allah heeft geen vader. Allah heeft geen moeder. Allah heeft ook geen partnergoden. Allah heeft dat niet. En het is ook heel simpel om te begrijpen waarom dat er niet is. Heeft God toestemming nodig van iemand? Als er het concept, als die concept bestond van meerdere goden. Ja? Als het concept bestond. Mensen maken grappen over die, dat, het, de. Geen enkel probleem, ik ben geen Nederlands professor. Alhamdulillah, ik ben professor in theologie. Nederlandse taal boeit mij voor geen meter. Het is dat ik mijn woorden kan uitspreken. Ja, wil je een dialoog aanzetten, Arabisch? Kom maar op. En dan read, inshallah. Geen enkel probleem. Dus let alsjeblieft niet op de, die, dat, het, pet, noem maar op. Let daar alsjeblieft niet op. We zijn geen Nederlandse professoren allemaal hier. Belangrijk is dat boodschap gegeven is. En dat de boodschap begrepen wordt. Allahu Akbar. Waar had ik het over? Concept van meerdere goden. Concept van meerdere goden. Wanneer dat bestond, waarom geloven wij niet in? Want ik zeg, wij kunnen alles onderbouwen. Waarom geloven wij niet in? Bijvoorbeeld, je hebt God A en je hebt God B. God A en God B. Maar wij geloven daar niet in. Stel je voor, het zou zo zijn. Heeft God toestemming nodig? Nee. Moet God met iemand overleggen? Zoals wij bestuursleden met elkaar moeten overleggen. Zullen we tapijt kopen? Zullen we dit kopen? Nee. Moet God dat doen? Nee. Hij is God. Hij is de schepper. Hij bepaalt wat hij wil. Waarom moet hij gaan overleggen? Nu zegt God A, ik wil dat het in Rotterdam Zuid moet regenen. God B zegt, nee, een andere banda, een dienaar van mij, een schepping van mij, heeft dua gedaan en heeft gezegd, het moet zon zijn. Nu hebben twee goden daar ruzie. Oorlog. Welke God zal winnen? Of de goden moeten met elkaar gaan overleggen. Als je met elkaar moet gaan overleggen, ben je geen God meer. Als een God zijn wil niet kan doordrukken, is hij geen God meer. Want wij leren over Allah subhanahu wa ta'ala, kun van je kun. Nu zullen mensen gaan, oh, kun van je kun, Bollywood. Kun van je kun. Kun van je kun is een ayat van de Koran. Allahu Akbar. Subhanallah. Daar geloven wij in. Daarom geloven wij in het concept van meerdere goden. Allahu Akbar. Het grootste zonde is om Allah subhanahu wa ta'ala meerdere goden toe te kennen. Naast hem meerdere goden toe te kennen. Volgende vers. Zelfde. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah subhanahu wa ta'ala vergeeft niet wanneer iemand shirk begaat, een ander God hem toekent, naast hem deelgenoten toekent. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en wie deelgenoten Allah subhanahu wa ta'ala toekent, is zeker ver afgedwaald. Is een dwalende, is zeker ver afgedwaald van het
geloof. Dat is de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heeft gezegd. Haddathna Ubaydillah ibn Abi Bakr ibn Anas an Anas an Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil kaba'ir qal: Ash-shirku billahi wa huququl walidayni wa qatlun nafsi wa qawlu az-zuri. Aw kama qala. Hazrat Ubaydullah bin Abi Bakr bin Anas radiyallahu ta'ala an overleven, dat is de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Wat heeft hij gezegd? Hij heeft verteld over de grootste zonden. Kaba'ir. Jullie weten niet, kabira guna, saghira guna. Grote zonden, kleine zonden. En denk niet, grote zonden, kleine zonden komt alleen in de islam voor. Nee, komt er in alle geloven voor. In alle geloven komt het voor. Grote zonden, kleine zonden en dergelijke. Kaba'ir. Over de kaba'ir, de grootste zonden. De profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, één is shirk. Een ander associëren met Allah subhanahu wa ta'ala. Twee is ongehoorzaamheid richting je ouders. Allahu Akbar. Behoort tot de grootste zonde. Derde is het leven nemen van een ander. Dus vermoorden. Mag niet. En laatste, vierde, dat is waqawlu zuri. En het afleggen van een valse verklaring. Het afleggen van een valse verklaring behoort tot de grootste zonden. Want een moslim is iemand die de waarheid spreekt. De waarheid spreekt. Waarheid verkondigt. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. De moslim is iemand die altijd de waarheid naar voren brengt. Allahu Akbar. Wat hebben wij geleerd tot nu toe? Het behoort tot een van de kardinale leerstellingen van de islam dat er niemand geassocieerd kan worden met Allah subhanahu wa ta'ala. Als iemand erin gelooft dat er meerdere goden bestaan, kan die persoon van alles en nog wat zijn, maar geen moslim. Met alle respect, je bent geen moslim. Want het is niet het geloofsovertuiging van de moslims. Allahu Akbar. Waar zien wij dit terug? Jullie hebben het gehoord over halal, toch? Halal slachtingen en dergelijke. En hebben jullie ook gehoord over kosher slachtingen? Kosher. De Joden doen dat. Is ook halal volgens hun, kosher. De vroegere Joden, wanneer zij gingen slachten, wij slachten in naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Toch bismillahi Allahu Akbar. De naam van Allah moet genomen worden. Wij noemen de naam van Allah op, voor ons is dat dan halal. Voor hun, wat deden zij? Zij namen de naam, vroeger namen ze de naam op van, ze noemden de naam op van Uzair alayhi salam, is een profeet van Allah subhanahu wa ta'ala volgens de islam. Volgens hun is het de zoon van Allah subhanahu wa ta'ala. Is het een overeenstemming met de islam? Nee. De christenen. Hoe geloven zij in Jezus? Wij geloven ook in Jezus. Wanneer een moslim niet in Jezus gelooft, is dat geen moslim. Want je moet in alle profeten van Allah geloven. Ja? Wij geloven in alle profeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar wij geloven in Jezus als een profeet van Allah subhanahu wa ta'ala. De christenen geloven in Jezus als de zoon van God. De zoon van God. Komt dit in overeenstemming met ons geloofsovertuiging, met onze kardinale leerstelling? Nee, zeker niet. Dus daarom zeggen wij van, moslims geloven hierin, waarin Allah subhanahu wa ta'ala is één, geen partners, er zijn geen andere goden. En dit is waar wij in geloven, wij begaan geen shirk. Shirk billah is de grootste zonde. Allahu Akbar. Nu gaan wij kijken van, oké, maar waarom mogen wij dan geen religieuze activiteiten van andere geloven meemaken? Kerst komt eraan. Zonnegezellige maand. Facebook hoor je. Hij neemt wel kerstpakket. Van wie moet ik kerstpakket krijgen bij? Moet ik mezelf kerstpakket geven? Ik ben eigenaar. Ik ben zelf ondernemer. Hij praat wel over kerst, maar hij pakt wel die kerstpakket en die 13e maand en dergelijke. Hai. Dat is het, mensen praten. Allahu Akbar. Kerst komt eraan. Kerst komt eraan. Mogen wij kerst vieren? Is een religieuze activiteit van een andere geloof. Mogen wij kerst vieren? Nee, wij mogen geen kerst vieren. Waarom niet? In het vorige clipje had ik geen bewijsvoering aangeleverd. Ik zal nu de bewijsvoering ervan geven. De komende maand, dus de maand december,
Wat we ook zien is dat vele mensen dus vrij zijn, toch? De eerste, tweede keer zijn ze vrij, dan gaan ze bij familie. Dat mag. Je mag bij elkaar gaan. Het zijn vrije dagen. Zoek elkaar op. Al moet je afreizen naar China toe. Ga naar China. Geen enkel probleem. Maak niet uit waar je naartoe moet gaan. Als je je familie moet opzoeken, bij elkaar voor gezelligheid wil komen, doe het, vriend. Doe het. Mag in de islam. Is helemaal niet verboden. Is helemaal niet verboden. Wat wij ook meemaken is, deze vraag wordt mij vaak gesteld, van het is kerst, maar op die dag zijn we vrij en dan kiezen we ervoor om als familie bij elkaar te komen. Geen enkel probleem, als je maar geen kerst viert. Geen enkel probleem, het mag gedaan worden. Al is het op kerstdag, of de kerstavond, noem maar op. Het mag gedaan worden. Maar waarom vieren wij geen kerst? Oké. Kerst is een verbastering van Christus. Christus, kersten. Wat letterlijk betekent christelijk maken. Met kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. Hoe dat ging, kun je lezen in de evangelieën. In Jezus kwam God zelf in de vorm van een mens naar de aarde. Hij kwam dichtbij. Dichterbij en dichterbij. Hij wilde niet meer langer en verre God zijn. Hij wilde niet meer langer en verre God zijn. Maar een persoonlijke vader. Matthäus en Lucas. Staat dit in de Koran geschreven? Nee. Dit is hun geloofsovertuiging hoe zij geloven in Jezus Christus. Dit is waar zij in geloven. Met kerst wordt de geboorte van... Dit heb ik toevallig uit de Bijbel gehaald, ja? Voor jullie allemaal, voor de duidelijkheid heb ik uit de Bijbel gehaald. Heb ik niet met mijn filosofie verzonnen of dergelijke. Heb ik uit de Bijbel gehaald. We geven aan, met kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. En hoe geloven zij in Jezus? In de vorm van een mens kwam God naar de aarde toe. Dit gaat tegen de akida van de Ahlus Sunnati wal Jama'a in. Waarom wij geloven Allah subhanahu wa ta'ala als al-mukhalafatu lil habadis. Allah is absoluut anders dan zijn schepping. Absoluut anders, onmogelijk. Allah kan niet komen in de vorm van een mens. Dat is onmogelijk. Hoe ziet Allah eruit? Wat is Allah? Dat heeft de profeet al gezegd. Hoe meer je denkt, hoe minder je gaat kunnen begrijpen. Allah is iets wat de menselijk verstand niet gaat kunnen begrijpen. Hij is het tegenovergestelde van heel de creatie. Al-mukhalafatu lil habadith. Deze punt drijft in tegen onze akida, kardinaal leerstelling in. Toch? Daarom zeggen wij vieren geen kerst. Wij geloven in Jezus. Wij geloven in Hem. Jezus is de profeet van de islam. Profeet van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom vieren wij geen kerst? Omdat wij er niet in geloven dat Hij als de Zoon van God op de wereld is gekomen. Daar geloven wij niet in. Dit is een religieuze activiteit. Als het een culturele activiteit zou zijn, zoals Koningsdag. Geen enkel probleem, doe ik weer mijn KVB-jasje aan met die leeuw erop. En dan ga ik ook naar de braderie toe, geen enkel probleem. Geen enkel probleem, het is een culturele feest. Geen enkel probleem. Maar dit heeft niet te maken met religieuze activiteit. Dan doe ik het niet. Waarom? Ik geloof niet erin dat Allah subhanahu wa ta'ala kinderen heeft. Het gaat in tegen hetgeen waar ik in geloof. Heb een beetje respect voor hetgeen waar je in gelooft als moslim zijnde. En begin mee te praten met al die andere mensen op Facebook. Weet waar je in gelooft. Allah heeft geen kinderen. Allah heeft geen kinderen. Hoe kan je dan zeggen van nee, het is goed. Wij moeten ook kerst vieren omdat wij ook in Jezus geloven. Wij geloven in Jezus. Maar onze gedachtegang hoe wij hem geloven verschillen van elkaar. En niet dat wij erin verschillen. Onze akida verschilt erin. Vieren wij dan geen geboorte van Jezus? Tuurlijk vieren wij de geboorte van Jezus. Tuurlijk doen wij dat. Hoe doen wij dat? Tijdens de miladun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wij vieren de geboorte van de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. In feite vieren wij de geboorte van alle profeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Met het vieren van de maulid van de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat is ook antwoord aan de Bataai, aan de Wahhabis en de Salafis toe. Met het vieren van de maulid van de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vieren wij het feit dat wij zelf hier op de wereld zijn gekomen. Waarom? Waarom zeg ik dit? Imam Hakim schrijft in zijn Mustadrak. Rawi al-Hakim aan Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an qaal: "Uhiya Allahu ila Isa alayhi salam. Ya Isa, amana bi Muhammad.
يا عيسى آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله طوال الحاكم صحيح الإسناد إذا صحيح أو في الإفري الله أكبر إمام حاكم أو في الإفري إذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أو في الإفري إذا كنت بروفيس صلى الله عليه وسلم هيف خزاه الله أو من بعد عن يسوع عيسى عليه الصلاة والسلام أو عيسى خلوف محمد أنت زين ما يترك إن القرآن In de Koran zien we dit terug dat Isa alayhi salam zegt, na mij zal er een profeet komen en hij zal heten Ahmed. Dat is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah openbaart aan Isa alayhi salam, o Isa, geloof in Mohammed. En beveel de mensen uit jouw umma, uit jouw natie, om ook in hem te geloven. Allah zegt, wanneer ik Mohammed sallallahu alayhi wa sallam niet geschapen zou hebben, had ik Adam niet geschapen. Wanneer de vader der mensheid niet geschapen zou zijn, zouden wij er zijn? Zouden alle andere profeten er zijn? Niemand zou er zijn. Hadith gaat verder. Maar, omdat wij de maulid vieren, vieren wij indirect ook de geboorte van Isa alayhi salam. Geboorte van Musa alayhi salam. Geboorte van Abraham alayhi salam. Geboorte van Adam alayhi salam. Van heel de creatie van Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Is het punt duidelijk? Waarom wij geen kerst vieren? Oké, nu zijn er ook christenen die geen kerst vieren. Het zal een beetje uitlopen, maar ik denk dat dat geen probleem is. Nu zijn er ook christenen die geen kerst vieren. Nu zou je denken van dat klopt niet, dat klopt niet. Hij is weer met zijn eigen filosofie bezig. Of niet, broeder Abdurrahman? Jij kan misschien meer vertellen dan mij erover. Maar er zijn christenen die geen kerst vieren. Waarom niet? Omdat zij niet eens zijn met de datum van kerst. Daar zijn het niet eens mee. Er zijn verschillende datums die naar voren worden gehaald. Sommigen zeggen in januari pas zijn geboren en dergelijke. Dat is een hele aparte discussie. Maar ook deze discussie staat geschreven in hun eigen boeken. In Johannes chapter 1 vers 14. Staat geschreven. Van vanuit de Bijbel is er niets over de geboortedatum van Christus te zeggen. Wat was het, Johannes? Chapter 1, vers 14. Over Christus te zeggen. Jawel, via een indirecte manier kom je uit op eind september of begin oktober. Hoe komen we aan 25 december dan? Vandaar dat er een groep christenen zijn die zeggen, wij vieren geen kerst. Nee, doen wij niet. Doen wij niet. Wat hij net aanhaalde is, bijvoorbeeld in Jesaja, chapter 9, vers 1, daar staat erin geschreven, Jezus is naar alle waarschijnlijkheid niet in de winter geboren. Waarom we dan toch kerst vieren in december? De oude kerk, eeuwen geleden, heeft deze periode gekozen om een tegenwicht te bieden aan het heidense midwinterfeest. Dat feest was gewijd aan de zonnegod Sol Invictus. De overwinnende zon. Die na een donkere periode weer aan zijn opmars begon. Wel is het opmerkelijk dat ook het jodendom in deze periode een lichtfeest viert. Chanukah. Een lichtfeest genaamd Chanukah. Met dit feest vieren joden de wonderbaarlijke terugkeer van het licht in de tempel. De christelijke kerk richtte de aandacht op het licht van Gods Zoon dat in een duistere wereld begon te schijnen. En dit vind je dan terug in Jesaja chapter 9 vers 1. Dus christenen onderling hebben ook een hele grote discussie met elkaar wanneer Jezus zelf geboren is. Vandaar dat je een groep christenen hebt die zegt wij vieren het niet. Is dat een probleem dat christenen geen kerst vieren?
Dat er een groep christenen zijn geen kerst vieren. En wij weten, er zijn 72 groepen onder de christendom. Wij weten dat. Want er is de profeet dat al heeft aangehaald. Van onder de jodendom heb je 72 groepen. 71 of 72 groepen. Onder de christendom heb je 72 groepen. En onder de moslims zul je 73 groeperingen hebben. Van aangehaald in de hadith van Mubarakah. Heel duidelijk. Dus wij weten, er zijn groeperingen onder alle geloven. Je hebt die groeperingen. Allahu Akbar. Zij vieren dat niet. Is het een probleem? Nee, geen probleem. Wanneer is het een probleem? Wanneer zij andere christenen gaan dwingen. Jullie mogen geen kerst vieren. Dan is het een probleem. Precies zo. Wij moslims, wij vieren geen kerst. Wanneer is het een probleem? Wanneer wij christenen gaan verbieden om kerst te vieren. Omdat de kerst, het geboorte van Jezus en het geloof erin dat hij de zoon van God is. Indruist tegen de kardinale leerstelling van de islam. Omdat wij er niet mee eens zijn. Omdat het tegen de grote overtuiging van de islam is, omdat het tegen het geloof zelf van de islam is, tegen de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala ingaat, omdat het shirk is, omdat wij daar niet in geloven, kunnen wij christenen verbieden om geen kerst te vieren. Kunnen wij dat doen? Nee, kunnen wij niet doen. Dan is het fout. Verbieden wij christenen om geen kerst te vieren? Doen wij dit? Nee, wij zeggen vier, hoeveel je maar wil vieren. Vier heel het jaar kerst, geen enkel probleem. Doe wat je wil. Voor ons nog beter maar kortingen in de winkel. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Verbieden wij iemand om kerst te vieren? Verbieden wij christenen om kerst te vieren? Verbieden wij hindoes om kerst te vieren? Nee. Tegen wie praten wij? Wij praten tegen de moslims die erin geloven dat Allah geen zoon kan hebben. Tegen die mensen praten wij. Tegen die mensen zeggen wij, vier geen kerst, omdat kerst is opgericht, omdat heel die gedachtegang is dat Allah subhanahu wa ta'ala een zoon heeft gekregen, wat tegen de geloofsovertuiging van de profeet ingaat. Klaar, afgelopen. Hoe moeilijk is dit om te begrijpen? Mijn beste moslim, hoe moeilijk is dit? Hoe dom ben je? Hoe dom ben je? Hoe moeilijk is het om te begrijpen? Het gaat tegen de geloofsovertuiging van de islam in. Wanneer je wilt weten hoe boos Allah subhanahu wa ta'ala wordt. Wanneer hem een zoon wordt toegekend. Allah zegt in surah Maryam, vers 88 tot vers 93. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en de joden en de christenen zeggen, de barmhartige heeft zich een zoon toegekend. Zij geloven in het concept dat Allah een zoon heeft. Voorwaar, jullie beweren iets vreselijks, waardoor de hemelen bijna scheuren. Allah zegt, wanneer iemand mij, deze, dus dat hij een zoon heeft, toekent. Dit is zo'n erge daad in het hof van Allah subhanahu wa ta'ala, dat zelfs de hemelen trillen aan het trillen zijn, aan het scheuren zijn. Waarom? Door de voeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan heb je deze chappies die zichzelf moslims noemen. Dan heb je deze mensen die zichzelf moslims noemen. En dan Jalsas gaan, Milaas gaan, Jalbi gaan, noem maar op. Al die zaken. En weten niet eens waar wij in moeten geloven. Ik praat tegen de moslims. Nu zullen mensen zeggen, ja kijk hoe wreed hij praat, maar geen enkel probleem. Als jij wreed kan zijn tegenover de schepper zelf, dan moet je verwachten dat de geleerde wreed tegenover jou kan zijn. Hoe simpel is dat? Allahu Akbar. Volgens mij is het duidelijk waarom wij geen kerst vieren. Wij vieren het niet. We laten anders gelovigen het wel vieren. Geen enkel probleem, vieren. Zelf op de dag dat wij vrij zijn, velen zijn vrij op de kerstdagen, mag je bij elkaar komen? Je mag bij elkaar komen. Want je komt niet bij elkaar voor iets harams. Nee, je komt bij elkaar om tijd door te brengen bij elkaar. Omdat iedereen vrij is, drukke tijden, iedereen weet, sommigen werken 5 dagen, sommigen 6 dagen, sommigen 7 dagen. Mensen werken heel de week door. Nu hebben ze eindelijk vrij om even met elkaar te zien, om de silatul rahm te onderhouden. Het onderhouden van familiebanden. Met deze intentie kom je bij elkaar. Is geen zonde. Is sunnah van de geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam. Weet wat de islam is. Daarom zeg ik, kennis is zo belangrijk, beste mensen. Kennis is zo belangrijk. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Nu hebben we te maken met bijvoorbeeld mensen, ik had ook aangehaald van, oké, wanneer iemand jouw kerst, vrolijk kerstfeest toewenst, wat zeg je dan terug? Wat zeg je terug? Heel simpel. Je zegt, fijne dagen. Fijne feestdagen. Fijne dagen, fijne feestdagen. Met het gedachtegang, lekum dinukum waliyadin. Je hebt jouw geloof, ik heb mijn geloof. Lekum dinukum waliyadin. Jij jouw geloof, ik mijn geloof. Ik vier geen kerst, dus ik ga ook geen kerst toewensingen doen. Alhoewel je in de wereld nu bepaalde geleerden hebt die zeggen, ja, het is wel toegestaan omdat je moeilijke tijden hebt en je wordt uitgemaakt voor extremisten en dergelijke terroristen en dit en dat. We zeggen, maakt niet uit hoe, je moet het kunnen uitleggen. Je moet kunnen uitleggen waarom je dat doet en waarom je iets niet doet. Iemand zegt tegen jou, vrolijk kerstfeest, zeg dat. Fijne feestdagen. Lekom die ook maar hier. Jij hebt jouw geloof, ik heb mijn geloof. Klaar, toch afgelopen? Afgelopen. Kijk. Dit was kerst. Nu komt dat onderwerp aan wat te maken heeft met de Surinaamse gemeenschap. En hiervoor moet ik even water drinken. Tot nu toe alles duidelijk. Heel duidelijk. Als er vragen zijn, stel die zeker. Want we hadden bekendgemaakt, maakt niet uit wat voor vragen je hebt over dit onderwerp. Insha'Allah, deze gulaam van de Sinsra Chishtiya zal alle vragen kunnen beantwoorden. Insha'Allah. Ik ben geen geleerde. Denk niet dat ik een geleerde ben. Mensen zeggen die geleerde, beledigde geleerde niet. Ik ben maar een student. Moet je nagaan wanneer jullie echte geleerden zullen tegenkomen, wat er dan zal gebeuren. Ik ben maar een student. Ik ben maar de introductie van de geleerden. He? Introductie. Mogen Allah mij een geleerde maken van het geloof, inshallah. We hebben kerst gehad. Laten we nu overgaan naar Diwali. En dit haal ik aan niet om een ander geloof te verlagen, te beledigen of dergelijke zwarte dagen. Nee, zeker niet. Ik ben nu aan het vertellen van hetgeen waar wij in geloven, hetgeen waar zij in geloven. Ik heb duidelijk uitgelegd waarom wij geen kerst vieren. Omdat wij niet geloven erin dat Allah een zoon heeft. Zij vieren kerst met het gedachte van Allah heeft een zoon gekregen. Jullie hebben gehoord, Matthäus en Lucas. Zoon, God is gekomen in de vorm van een mens naar de wereld toe, omdat hij geen verre God meer wilde zijn, maar een persoonlijke vader wilde zijn. Het gaat tegen onze geloofsovertuiging in. Nu, het vieren van Diwali bijvoorbeeld. Dat is een hele bekende religieuze activiteit. En een zeer gewaardeerde activiteit bij hun in de gemeenschap. In het hindoeïsme. Wat is Diwali eigenlijk? Diwali wordt gekenmerkt als een vrolijke hindoe feest. Het feest van de lichtjes. Overal worden er lichtjes, dia's worden aangezet en dergelijke. Diwali is gewijd aan Mahalakshmi, de godin van het licht. Als ik godin aan en dergelijke is allemaal voor voorbeelden, ja? Het is niet waar ik in geloof. Laten we dit duidelijk erbij zeggen. Mahalakshmi, de godin van het licht, voorspoed, het geluk, het succes, de wijsheid en de welvaart. Dit is waar erin geloofd wordt namens de hindoes. Na Diwali gaan veel hindoes op bedevaart, bij voorkeur naar de heilige rivier, de jullie weten die rivier? Hè? Hoe heet het? Ha. Die bekende rivier. Het is niet de bedoeling dat jullie gaan lachen, broeder. Ik heb de naam niet in mijn hoofd, maar ik hoorde het zo goed van het hier. Ganges. Ganges. Volgens mij in Hindi wordt gezegd. Ganga. Daarna gaan ze naar de Ganga. Daar nemen ze een religieuze bad. Een Ganga Nahan noem je dat. Toch? Een Ganga Nahan. Kijk. Het wordt gevierd tijdens de nieuwe maand in de maan Aswin. Bij Diwali feest gaat het om de goede dingen die het kwade overwinnen.
Het licht wint het van de duisternis, de warmte van de kou, de waarheid van de onwaarheid en de reinheid van de onreinheid. Dat is wat die vriend van mij, de pandit, mij heeft verteld. Hè? Wat wij doen. Hey. Voor Diwali moet het huis brandschoon gemaakt worden. Want er wordt gedaan aan weeklang eten de Hindoes geen vlees meer, ze drinken geen alcohol meer. Ze zijn hun lichaam aan het reinigen. Zowel innerlijke als uiterlijke, alles zijn ze aan het reinigen voor de Diwali die daaraan komt. Hey. Ze wassen zich grondig, trekken nieuwe kleren aan en wanneer de nacht aanbreekt, de nacht van Diwali zelf, wat doen ze dan? In de stikdonkere nacht van de nieuwe maan verlichten ze heel het huis met dia's. Dia's zijn die potjes waar ze boter of ik weet niet, iets in zetten. Geen boter, maar ghee inzetten, ja, ghee, boter, ja. Ghee inzetten. En dan het aanmaken, dia's. Kijk. Ze maken alles aan, de oudere vrouwen van de families, zij voeren een plechtigheid uit, ze bidden tot Mahalakshmi en vragen de godin om het huis te bezoeken. Dit is waarom ze alles aanmaken, ze bidden daarna en ze vragen van bezoek ons huis. Voor wat? Om het te zegenen, om het huis te zegenen. De hele nacht branden er dia's, lampjes, kaarsen, fakkels, noem maar op. Alles brandt. Elektrische lichtjes in deze tijd. We gaan met de tijd mee, bij. Ook elektrische lichtjes worden in deze tijd gebrand en dergelijke. Waarom zodat Mahalakshmi het huis goed kan vinden? Dus weet waar ze moet zijn en dergelijke. Door al die lichtjes wordt ook het innerlijke van de mensen verlicht. Iedereen krijgt het gevoel met een schone lijn opnieuw te beginnen. Opnieuw te beginnen. Dus het is een soort van reiniging. Hoe wij tazkia hebben in de islam, je weet het, tazkia. Is moeilijk toch? 1 deur 40 dagen, dit is een makkelijke methode. Maak lichtjes aan, je hebt dat keer. Heel makkelijk. Maar we begrijpen wat ze ermee bedoelen. Begrijpen jullie wat ermee bedoeld wordt? Het is een religieuze activiteit. Een religieuze activiteit. Team. Tijdens dezezelfde Diwali wordt ook de terugkeer van Rama in de stad Ayodhya gevierd. En wordt hij gekroond als koning nadat Ravan is verslagen. Door hem is gedood. Dus dit zijn verhalen die naar voren komen uit de Diwali. Volgens andere Hindoe feestdagen heeft Diwali vele verschillende betekenissen. Zo viert de ene terugkomst van Rama, terwijl de andere god, de godin Lakshmi, godin van rijkdom, overvloed, succes, vrede en dergelijke eert. Maar door iedereen wordt het gevierd met eventueel evenveel spiritualiteit en staat Diwali voor vernieuwing in het leven. Diwali is een van de best gevierde feesten binnen de Hindoe cultuur. Duidelijk wat Diwali is? Hele korte briefing wat Diwali inhoudt, wat Diwali is. Is het een religieuze activiteit van de Hindoes? Ja. Verbieden wij moslims, Hindoes om geen Diwali te vieren? Nee. Doe, vier bij. Geen enkel probleem. Vier hoe vaak je het wilt vieren. Geen enkel probleem. Wij gaan niemand verbieden. Geen enkele Hindoe gaan we, alweer het christenen Diwali vieren, vier het. Geen enkel probleem. Ja, wanneer moslims Diwali willen gaan vieren, dan zeggen wij, ha, je bent een moslim. Je bent een moslim. Zij vieren Diwali, zij maken de lampjes en dergelijke aan, omdat zij Lakshmi om succes willen vragen. Zij willen hun huis zegenen, ze willen hun innerlijke reinigen. Ze vragen Lakshmi om hulp. Aan welke Lakshmi wil jij hulp vragen, hij moslim? Je bent moslimaan, jij hoort hulp aan Allah te vragen. Dan is dit ons antwoord naar de moslims toe. Waarom moeten Hindoes boos worden dan? Wanneer ik als imam van de moslims, imam van de gemeenschap, een moslimbroeder of zuster zeg, bhai, ja behin, jij moet geen Diwali vieren. Het is een religieuze activiteit. Door het vieren van Diwali bega je koffer. Ongeloof. Waarom? Wij geloven wij in Mahalakshmi. De godin van vrede, licht, voorspoed, geluk, rust, dergelijke. Nee, voor ons alles is Allah subhanahu wa ta'ala. Voor ons is alles Allah subhanahu wa ta'ala. Alle eigenschappen bezit Allah subhanahu wa ta'ala. We hebben geen aparte goden voor bepaalde zaken en dergelijke. Nee, alles is Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is waar wij in geloven. Dus wanneer een moslim gaat vieren en wij gaan verbieden,
Moslims gaan verbieden, doe het niet. Het druist in tegen jouw kardinale leerstelling, tegen jouw geloofsovertuiging. Dit is niet de leerling van de geliefde profeet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dit is niet de wahdaniyah van Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn we dan extremisten? Zitten wij dan fout? Nee. Wij zitten niet fout. Wanneer zullen wij fout zitten? Wanneer wij de hindoe zullen uitschelden. Jullie vieren Diwali. Jullie geloven in Mahalakshmi. Jullie geloven in Ram. Dat hij Ravan heeft verslagen en dergelijke. Doen wij dit? Nee. Wij zeggen, leef en laat leven. Doe je ding, lakum dinukum waliyadin. Nu zegt iemand op werk, een hindoe collega, zoek Diwali. Wat zeg je dan? Maar dat is jouw feest, lakum dinukum waliyadin. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasoola. Wees er trots op. Dat jij tevreden bent met het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala jouw Heer is klaar opgeroepen. Uit het ook dat, uit het. Maak het kenbaar. Ga niet zitten verstoppen in je emoties en dergelijke. Op werk. Nee, je bent een moslim. Maak het kenbaar, ik ben moslim. Is goed. Een hindoe broeder of zuster wenst jou Diwali. Geen enkel probleem. Het is jullie hebben feest, laat om die nu komen. Jij ja, jouw geloof, ik mijn geloof. Wij vinden geen Diwali. Wij vinden geen Diwali. Heeft ooit een hindoe ons Idul Adha toegewenst? Idul Adha Mubarak? Let goed op wat ik ga zeggen. Idul Adha Mubarak? Nee. Offerfeest Mubarak. Gezegende offerfeest. Je hebt zojuist een stier geslagen. Nee. Waarom? Moeten wij dat verwachten van de hindoes? Moeten wij... Nee. Een stier, een koe is heilig in het hindoeïsme. Wanneer een hindoe, collega of dergelijke, buurman, collega, noem maar op, mij geen Idul Adha Mubarak wenst, moet ik niet boos worden. Waarom? Het druist tegen zijn geloofsovertuiging in. Voor hun is Gai Mata. Is heilig. Zoals wij die burger niet aanbieden, broodje rund. Precies zo moeten wij eens verwachten dat zij ons Idul Adha Mubarak gaan wensen. Want wat doen wij? Wij slachten al die maandag op de dag van Idul Adha. Wij mogen geen kip slachten. Geen eend. Doxa, doxie, mag niet. Je begint bij lam, scheid en je eindigt bij koe en stier. Dat is een regel van ons. Religieuze activiteit van ons. Precies zo. Diwali hoort niet bij ons. Wanneer zij het doen, christenen doen het, joden doen het, atheïsten, maar eens wie het doet, meeviert, als collega zijnde, geen enkel probleem. Wij stoppen niemand, wij verbieden niemand. Wij schelden niemand uit omdat zij het doen. Wij maken niemand zwart omdat zij het doen. Ja, maar wanneer een moslim, wanneer ik zie dat een moslim het doet, dan zal ik de moslim aanspreken. Dan zal ik hem aanspreken van, jij bent een moslim, waarom doe jij dat? Wat voor eer, respect, verlichting moet je in je leven hebben? Wil je verlichting? Volg de Sofia. Wil je verlichting? Volg de hidayah van Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali heeft daar hele boek over geschreven. Ik ben jou al Maar gelukkig, tot de dag van vandaag, heb ik geen enkele moslim meegemaakt die Diwali doet. Die Diwali viert en dergelijke. Ik ben er niet tegengekomen, misschien jullie wel. Ik ben er niet tegengekomen. Kijk. Nu gaan we over naar het vieren van Holi Pagwa. Holi Pagwa is een hindoeïstisch feest die jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade en een nieuwjaarsfeest. Dat is Holi. Kijk. Volgens de Gregoriaanse kalender wordt in het voorjaar gevierd en in de kalender op de dag van teken. Een dag na de volle maand van de maand, Phalguna, daarom heet het ook Pagwa. Phalguna. Op de dag van de volle maand vindt Holika Dahan plaats. Holika Dahan. Jullie hebben het misschien wel gezien, volgens mij bij Amor, Radio Amor, die studio daar bij het Sparta Stadion. Een aantal jaren geleden had ik het gezien, werd er een grote vuur gemaakt. Dat er iets wat verbrand daar. Dat is de Holika Dahan. Het is een symbolisch gebaar die ze dan doen. Voorafgaand aan het holi houden hindoes tijdens de volle maand op de laatste dag van Phalguna een ceremonie. Holika Dahan. Holika Dahan bij de Holika, waarbij het kwade
Het kwade, wat staat er verder? Het kwade dus verbranden. Een verdrijving, uitbanning van het kwaad in de vorm van dwaling, kwade gedachten en gewoonten. Wat is het verhaal achter Holika? Het verhaal achter Holika. Het verhaal achter Holika is... Er was een heerser, een demonenkoning, genaamd, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Hiranyakashipu. Een demonenkoning, Hiranyakashipu. Hij had een zoon. Het is een lang verhaal, ik zal het heel kort zal ik het maken. Hiranyakashipu was bezig tot strenge devotie tot Brahma. Dus strenge aanbidding en dergelijke tot Brahma om spiritualiteit en dergelijke te verkrijgen. De koning was een vereerder van Brahma, de god van de schepping, de schepper van de wereld. Dus dit is waar zij in geloven. En in zijn waanzinnig verlangen naar steeds meer macht vroeg hij Brahma om onsterfelijk te worden. Hij wilde onsterfelijkheid. Wie? Hiranyakashipu. Hiranyakashipu. Al spreek ik deze naam verkeerd uit, zal niks gebeuren. Waarom? Hij is de vijfde keer bij de hindoeïsme. Vijfde keer. Ja, dus er zal niks gebeuren. Als ik maar de namen Brahma en de Vishnu en zulke namen goed uitspreek. Ja? Hier. Op een dag stond Shiva, de god van vernietiging, voor de koning. Voor de demonenkoning en zei: Koning, ik heb je gebeden, aanvaard en je wens zal in vervulling gaan dat je niet gedood zult worden, niet door een mens of door een dier, niet binnen, niet buiten, niet in de lucht, niet op de grond, niet overdag en niet 's avonds. Niet door een wapen en ook niet door een vloed of spreuk. Dus in zijn opinie heeft hij de onsterfelijkheid verkregen. Hiranyakashipu was tevreden. Hij was onsterfelijk geworden, dus namens zijn gedachten. Hij liet heel het land weten dat hij niet alleen koning was, maar ook God nu. En dat iedereen hem moest aanbidden. Dit maakte hij bekend. De mensen waren bang voor hem en gehoorzaamden de koning. Ze aanbaden hem als een god. En wanneer ze dat niet deden, werd ze gedood. De zoon van de koning, Prahalaad. Prahalaad weigerde echter zijn vader te aanbidden. De koning, die werd boos natuurlijk. Als je mij niet aanbidt, zul je gedood worden. Maar de zoon antwoordde dat niet. De zoon zei van, het is Vishnu, de beschermer van het heelal, die waakt over het welzijn van de mensen. Ja? Vishnu, dat is zijn god, de zoon van Prahlad, dus de zoon van de demonenkoning die nu zichzelf als god heeft bekendgemaakt. Ieder verhaal en dergelijke, oké. Hij is weggegaan en dergelijke. De zus had een koning, die heet Holika. De koning had een zus. Niet de zus had een koning. De zus had een koning, maar de koning had een zus, die heette Holika. Holika. Van haar werd verteld dat ze veel demonische toverkunsten kende. Holika had gehoord van de ongehoorzaamheid van Prahlaad en zei tegen haar broer dus van weet je wat, ik zal dit voor jou oplossen. Ik zal een manier bedenken, ik zal met hem meegaan om Vishnu te eren en te vereren en dergelijke. Ik zal hem plaatsen op een plek en we zullen daar een brandstapel maken. En we zullen samen erop gaan en op het moment dat de brandstapel verbrand zal worden, zal hij verbrand worden en dergelijke. En de Holika zou een gewaad aangetrokken hebben, waardoor zij dus niet verbrand zou worden. Dat is een hele verhaal, dat is een hele lange verhaal. Ik vertel het heel kort, ja. Heel kort. Oké, toen dat gebeurde, ze zijn samen gaan. Holika gaat met Prahlaad daar naartoe en ze komen op de stapel terecht daar en dergelijke. Toen het vuur aan werd gemaakt, is Holika verbrand. En Prahlaad niet. De zoon van die demonenkoning niet. Die is beschermd gebleven. En die Holika, die zus van die demonenkoning, is verbrand. Klaar. Kijk, wat is daarna gebeurd? Toen verscheen Vishnu vanuit een pilaar. In de gedaante van de half leeuw, half mens. Dit kennen wij als Narasimha. Jullie weten, als jullie gezien hebben, dan zien jullie die leeuw. Half mens, half leeuw en dergelijke. Hij verscheen daarin, dus in dat gedaante verscheen hij. Hij pakte de koning, verscheurde hem en dergelijke. En zei van, het is niet dag, niet nacht, niet op de grond, niet buiten, niet binnen en dergelijke. Was een pilaar. Zoiets, de verhaal dus, wat hij had gezegd, zoiets en dergelijke. Hier,
vermoord. Holika was verbrand, haar gave had niet gewerkt. Koning Hiranyakashipu werd gedood en zijn godvrezen zoon Prahlad bleef in leven. Deze bezinningsdag, Holika Dahan, wordt door de Hindoes jaarlijks herdacht. Ze vieren dan de overwinning van het goed op het kwaad, van het recht op het onrecht. Duidelijk. Dit is dan die het verhaal achter die Holika Dahan. Ja? Wat wordt er gedaan dan? In de Hindoe jaartelling is de dag na de Holika Dahan de stad van de maan Chaitra. En tevens nieuwjaar. Holi, het strooien van gekleurd poeder, water, begint nadat de as van de Holika is afgekoeld, wat ze verbrand hebben. En de pandit van de volksgemeenschap de ochtenddienst heeft uitgevoerd, dus zijn ritueel heeft uitgevoerd bij de Holika. Hierbij wordt na een gebed en het uitspreken van een heilwens voor geluk en welzijn van de gemeenschap in het nieuwe jaar de aanwezigen getooid met een geluksteken, die tilak. De tilak wordt geplaatst. Een eerste stip op het voorhoofd met de as van de Holika. Dus van die as. Daarmee wordt de tilak geplaatst. De as, Vibhuthu, Dhur, Rakhi, al die namen die er zijn, van de Holika, wordt door de Hindoe gemeenschap als heilig beschouwd. Door het is ontdaan van het kwaad en het symbool is van Shiva. Hiernaast staat gekleurde feest voor het voorjaar. Tot laat in de middernacht wordt er uitbundig gefeest, gegeten, gedronken en gezongen door jong en oud, samen met familieleden, vrienden en kennissen. Het is immers een volksfeest. Men besprenkelt elkaar met verschillende geuren, parfum en reukwater. En bepoedert elkaar in verschillende kleuren en begiet elkaar met allerlei gekleurd water. Dit is dan ook het symboliseren van de in bloei staande natuur, maar dan bij de mens. Duidelijk. Want dit is in het kort een religieuze activiteit. Je hebt weer te maken met de goden. Geloven wij in Hiranyakashipu, in Prahlad, in Shiva? Geloven wij in deze goden? Nee! Moslims geloven niet in deze goden. Moslims geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Daar geloven moslims in. Ook deze activiteit, ook deze feest, ook deze gedenkdag. Gedenkdag is een religieuze activiteit uit het hindoeïsme. Verbieden wij hindoes om het te vieren? Nee, doen wij niet. Verbieden wij christenen en joden om het te vieren? Doen wij niet. Verbieden wij moslims om het te vieren? Ja, doen wij. Waarom doen wij dit? Omdat dat niet onze goden zijn. Het is niet ons feest. Ons feest, dat is Eid al-Adha. Ons feest is Eid al-Fitr. Ons feest, dat zijn al die andere dagen. Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dit zijn onze feesten. Miraj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dit zijn onze feesten. Het heeft niks met ons geloof te maken. Het druist juist in tegen de kardinale leerstelling van ons geloof. Waar druist het in? Al-Mukhalafatu lil-Hawadith. Al-Mukhalafatu lil-Hawadith, daar druist het in. Wat is dat? Waarom had ik Diwali eigenlijk aan? Deze Diwali en die Holi. Diwali is een hele bekende feest. En deze Holi, waarom had ik deze aan? Omdat wij jaarlijks zien op Facebook foto's van onze moslimbroeders en zusters. Die wij kennen, die wij tegenkomen in de Jalsas Mahafis, Maulid bijeenkomsten, verjaardagsfeesten, noem maar op, al die zaken. Dat zij op de dag van Holi Bagwa, samen met de Hindoes dus, het vieren. Dat zij allemaal gekleurd zijn in kleuren. Dat zij een Hindoe religieuze activiteit aan het vieren zijn. Wie vieren een moslim? En ze schamen er zich niet bij. Ze doen het openbaar, ze zetten het op Facebook. Alsof ze heel goed eruit zien met al die kleuren op hun. Maar als je moslim bent, dan hoor je te houden aan de kardinale leerstelling van het geloof. Duidelijk toch? Verbieden wij moslims? Ja. Doen wij het verkeerd? Nee. Omdat jij tegen de geloofsovertuiging van de islam ingaat. Daarom haal ik Holika, die Holi Bagwa, haal ik aan omdat ik zie meerdere moslims van ons die doen het. En op het einde ga ik een klapper geven van waarom doen zij het? Waarom vinden zij het normaal? Kom zo meteen eraan. Maar ze doen het. Daarom zeg ik van doe het niet. Waarom niet? Leer je geloof. De goden waar zij in geloven, ze mogen geloven waar zij in geloven. Lakum dien, lakum waliya dien. Preken wij dat tegen? Nee. Ja, het druist in tegenover. Tegen onze geloofsovertuiging in. Wij geloven daar niet in. Wij geloven in één God, klaar.
Hebben wij nu wat tegen de Hindoes? Nee, we hebben niks tegen de Hindoes. Dan ging de profeet sallallahu alaihi wasallam in Makkah al-Mukarrama, hij is daar geboren. Hoeveel goden waren er in de Kaabatullah? Wat heeft de profeet gedaan? Alle goden daaruit gehaald. Profeet Ibrahim alayhi salam, wat heeft hij gedaan? Al die goden heeft hij kapot gemaakt. Wat is de islam? Islam gelooft niet in goden. Allahu Akbar. Moslims die vieren Holy Pagwa en zetten foto's op Facebook en zijn er blij om van kijk hier, ik ben gekleurd. Ik ben gekleurd. Wij zeggen doe het niet. Waarom? Dit is niet jouw feest. Dit zijn hun feesten. Allahu Akbar. In het hindoeïsme, wat ik wel wil aanhalen is, het hindoeïsme kent twee stromingen. Arya Samaj en de Sanatan Dharma. Arya Samaj en Sanatan Dharma. Een groot verschil tussen deze twee stromingen is dat de eerste teruggaat naar de oerbronnen van de Vedische geschriften en geen godenbeelden aanbidden. Maar zich richt op de Aum. De tweede richt zich wel op één of meerdere godenbeelden. Er zijn natuurlijk meerdere verschillen tussen deze twee stromingen. Maar wat geen verschil is, luister goed, wat geen verschil is, is dat beiden erin geloven dat er één God is. Alhoewel ze zoveel goden hebben, geloven ze erin dat er maar één God is en dat de meerdere goden die aangehaald worden, vormen zijn van die ene zelfde God. Het zijn vormen van die ene zelfde God. Volgens mij had iemand het ook gereageerd op die, een van die comments. Op een van de comments had ze gereageerd. Ze vragen mij, veel mensen vragen ze dan, waarom reageer ik niet? Ik ga niet mezelf verlagen tot die mensen die daar aan het schelden zijn, aan het dreigen zijn en dergelijke. Ga ik niet doen. Als je bij mij wilt praten, kom, ontmoet mij. Mensen hebben mij gegevens op Facebook openlijk gezet. Voor wat moet je bang zijn? Je weet waar ik woon, je weet waar mijn zaak is, je weet waar mijn moskee te vinden is. Kom, we gaan praten, geen enkel probleem. Onder de term vreedzame samenleving. Peaceful coexistence. Insha'Allah. Insha'Allah. Geen enkel probleem. Waarom zeggen wij dit? Zij geloven in één God, meerdere vormen van God, meerdere vormen, er is een concept bij hen. Wij zeggen, maak uit wat voor concept het is, wij hoeven niet erin te gaan. Waarom? Het is jullie geloof, dat komt in de Kumaliyadin. Het is niet ons geloof. Wij geloven in al-mukhalafatul al-hawadis. Allah subhanahu wa ta'ala is absoluut anders. Imam Bajuri rahimahullah ta'ala schrijft, onder de noodzakelijke eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah absoluut anders is dan zijn schepping. Allah lijkt op geen enkele schepping. Niet in zijn wezen, niet in zijn zaad, niet in zijn eigenschappen, niet in zijn sifaat en niet in zijn af'aal, niet in zijn handelingen. Allah is vrij en verheven van tijd en plek. Laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay. Surah Shura vers 11. Surah 42 vers 11. Laysa kamithlihi shay. Niets lijkt op hem. Wij geloven hierin dat God zich kan vermeerderen of verschillende vormen kan aannemen, druist in tegen de kardinale leerstelling van de islam. Wij geloven daar niet in. Wij geloven niet in dat Allah subhanahu wa ta'ala in de vorm van een mens kan komen, in de vorm van een dier kan komen, in de vorm van een plant kan komen, in geen enkele vorm. Waarom? Hoe Allah is, gaan wij niet kunnen begrijpen. En Allah is het tegenovergestelde van een schepping, dus alles wat een schepping is van Allah, kan Allah niet zijn. Heel makkelijk, heel simpel. Dit is waar wij in geloven. Weet waar je in gelooft. Weet waar je in gelooft. Weet waarom wij moslims zeggen van, oh moslims, nogmaals, ik moet het duidelijk erbij zeggen. Ik hoop niet dat iemand nu deze video gaat knippen en plakken en dergelijke, wanneer deze online komt. Geen enkel probleem van de vorige video. Ik weet niet waar de hele video is. Weet ik niet. Ze hebben maar een klein stukje hebben ze gezet en heel die video is foutie. Verdwenen. Maar inshallah, deze video hebben wij wel in onze beheer, inshallah. Dus al gaan ze knippen en plakken en dergelijke, geen enkel probleem. Wij hebben de originele video. Geen enkel probleem. Wij zeggen, weet waar je in gelooft. Weet waarom wij zeggen van, doe het niet, Allahu Akbar. Stoppen wij de Hindus met vieren van Holy Pagwa en Diwali? Nee. Stoppen wij de moslims? Ja. Doen wij iets verkeerds? Nee. Wat doen wij? Wij halen alleen hetgeen aan wat ons geloofsovertuiging is. Dat doet de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ik zal afsluiten. Dan heeft de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zegt in een haditha mubaraka. Mensen kunnen zeggen, ja, wat boeit het jou nou? Het is mijn leven, ik bepaal, ik doe wat ik doe,
Jij betaalt mij toch niet? Jij onderhoudt mij toch niet? Wie ben jij nou? Ga lekker thuis rusten. Al deze dingen komen tevoorschijn. Al deze dingen komen onder de comments te staan. Wie is hij nou om de gemeenschap te onderwijzen? Ik ben niks. Ik ben een uitgekozen dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Die begunstigd is door Allah subhanahu wa ta'ala met de gunst van de geliefde profeet sallam om de tafakkuh fi din te verkrijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Om het geloof te kunnen begrijpen, zodat ik mensen kan uitleggen. Als ik maar één persoon het geloof kan laten uitleggen en begrijpen, is dat voldoende voor mij, is dat mijn wasila naar Jannah toe. Klaar, afgelopen, dit is waar wij in geloven. De geliefde profeet sallam heeft gezegd. عن أبي هريرة سنن أبو داود شريف حديث نمبر 4918 عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن مراد المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه بيعته ويحوطه من ورائه أو كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عن أوفرليفر أن خليفة البروفيت هيك قال صلى الله عليه وسلم الخلوفخ is the spiegel van de andere gelovige. En de gelovige is de broer van de andere gelovige die hem beschermt tegen verlies en hem beschermt wanneer hij afwezig is. Let op deze ene stuk. Wij gelovigen, wat is de essentie van deze hadith? Essentie is dat wij om elkaar moeten geven. We moeten zorgen maken over elkaar. Wij moeten elkaar niet in het verlies laten leiden. Wanneer ik zie mijn broeder gaat nu richting hel toe, moet ik proberen om hem richting Jannah te brengen. Dit is waarom wij da'is zijn in het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Wij zijn toch da'is, zij die anderen oproepen tot het goede en verbieden van het kwade. Kuntum khayra ummatin, ukhrijat linnaas, ta'muruna bil ma'roof, tanhauna 'anil munkar. Allah geeft ons de opdracht, wanneer je ziet dat mensen de foute richting opgaan, breng ze weer op het goede pad. Wie ben jij nou om het te zeggen? Wij doen wat wij willen. Wij willen bij Allah de verantwoording afleggen. Vriend, als je bij Allah aankomt, voordat je verantwoording aflegt, zal je misschien 1000 keer doodgaan. Wanneer die woede van Allah op jou zal barsten, de hadith zegt ons, de woede van Allah is zo erg, van wanneer een dienaar voor hem zal staan, heel zijn gezicht zal verbranden, al zijn huid, al zijn vlees zal smelten op de grond. Dan is het nog geen azab, het is alleen de woede van Allah subhanahu wa ta'ala, de woede. Het effect van de woede van Allah subhanahu wa ta'ala. Toen kom jij mij in deze en zegt, wie ben jij nou om mij wat te zeggen? Ik haal alleen hetgeen aan wat tegen de kardinale leerstelling van onze geloof ingaat. Onze aqida. Aqida en ahlus sunnah die wel. Maar daarom zeggen wij, kanzul huda is er om onze aqida te beschermen. Niet zomaar zeg ik dit. Dat iemand geen namaz leest, bij namaz die is, stiekem jointjes aan het roken en dergelijke. Hebben jullie mij ooit horen aanhalen, hey, die persoon is een jointje roker en dit? Nee. Waarom? Dat zijn geen aqida zaken. Dat zijn je a'maal. A'maal zal je veranderen door kennis op te doen. Daarom zeggen wij ta'wa. Roep ze naar de mahfile ihya. Daar waarom? Ze komen naar de mahfile ihya, gaan ze leren. Oh, drinken mag niet. Oh, jointje mag niet. Oh, drugs is haram. Oh, zina mag niet. Ze gaan leren van waarom het niet mag. Maar deze punten hebben directe aanpak nodig. Hier kan je geen tijd over laten verstrijken. Waarom niet? Omdat je imaan in gevaar is. Je hebt te maken met shirk. Je hebt te maken met koffer. Niet wanneer iemand tegen jou zegt, oké, soep diwali en dergelijke, wat zeg je dan? Lekom dienukum waliyadin. Prettige dag verder. Prettige dag. Je mag een prettige dag aan iedereen toewensen. Er is niks verkeerd aan, toch? Je dacht toch elke dag op werk? Hey, morgen. Goedemorgen. Fijne avond, wel te rusten, sommigen zeggen trusten, geen enkel probleem, mag gezegd worden, iemand dat zoekt die waar je dag, fijne dag. Holy Bakwa, Mubarak of zoiets, ik weet niet wat ze zeggen, fijne dag, geen enkel probleem. Oké, waarom onze Surinaamse gemeenschap, waarom is het zo normaal in onze gemeenschap, waarom? Waarom is het zo normaal in onze gemeenschap? Dan kom ik weer terug naar die enige doel. Dit heeft allemaal te maken met Bollywood, vriend. Alles te maken met Bollywood. Dit heeft alles te maken met Bollywood. Of je het nou wil erkennen of niet wil erkennen, dit heeft te maken met Bollywood. Die vriend van mij, die pandit, weet je wat hij tegen mij zei? Hij zei, deze Bollywood heeft veel verpest hier op de wereld. Echt waar. Ik lieg niet.
deze Bollywood heeft veel verpest. Hij weet waar hij over praat en ik heb respect voor hem. Hij ziet bepaalde dingen onder ogen die misgaan in hun gemeenschap. Hij haalt het aan. Wij moslims, wij zeggen van, ik had aangehaald in een stuk van, luister niet naar Bollywood muziek. Soms, toch Bollywood soms. En niet naar Bollywood films. Niet filmen. Films. Daarom zal ik zeggen movies. Bollywood movies. Kijk niet naar Bollywood movies, luister niet naar Bollywood songs. Wanneer je toch wilt luisteren, toch wilt kijken, is dat je eigen keus. Ik kan niemand dwingen. Ik kan maar adviezen geven. Ik kan maar vertellen waar de gevaren liggen. Dat is het enige wat ik kan doen. Wat jij doet, doe jij. Jouw handelingen, jij zal de verantwoordelijkheid afleggen. Ik kan alleen waarschuwen. Zoals de profeet zullen naar de wereld is komen als waarschuwer. En wij zijn da'is van het geloof. En niet alleen ik. En ieder van jullie is een da'i. En ieder van jullie is een da'i. Wij zeggen van luister niet naar Bollywood songs. Waarom zeg ik dit eigenlijk? Waarom zeggen wij? Ik zeg dit niet. Grote geleerden zeggen dit. Waarom? Heel het concept van wahdaniya, de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid, heeft hiermee te maken. Heel het concept van tawhid. Daarom heb ik in het begin tawhid aangehaald. Dit heeft ermee te maken. Luister goed. De teksten, oké, niet alle songs, niet alle lyrics, de teksten hebben koefer. Niet allemaal hebben. Maar heel veel teksten hebben koefer. Je kan een liedje hebben, heel die liedje heeft geen koefer. Maar er hoeft maar één lijn erin te zitten die koefer heeft en het is al verpest. En dat is er. Dat is er. Er zijn bepaalde voorbeelden van koeferteksten in Bollywood songs. Wat bedoel ik met koeferteksten? Teksten die tegen de kardinale leerstelling ingaan van het geloof. Ik moet nu voorbeelden aanhalen. Nu ga je horen, hoe weet hij al deze dingen? Hij heeft zeker heel de dag geluisterd naar Bollywood songs. Daarom weet hij al die dingen. Ik zal heel eerlijk zijn, vroeger ik heb geluisterd, kapot geluisterd naar Bollywood. Ik zal heel eerlijk zijn. Waarom moet ik liegen? Ik heb het gedaan, ik doe het al lang niet meer. Kennis komt. En kennis verlicht je, verrijkt je. Het geeft je inzicht wat goed is, wat fout is. Ik was een hele grote fan van Himesh de Shamia. Denk wie niet. Maar het zijn keuzes die je moet maken. Dus wanneer mensen komen praten of veel, het zijn moslims die schrijven, hè, moslim. Hoe weet hij die dingen? Hij luistert zelf, maar speelt zijn heilig. Laat me hierbij zeggen, ik luister de. Ik luister de. Ja? En er is niks om te schamen als ik zeg, ik luister de naar Bollywood songs. Geen probleem. Voorbeeld nummer 1. Dit is een lyric, dit is een tekst. Mohabbat ki kismat banane se pehle. Mohabbat ki kismat banane se pehle, zamane ke malik to roya to hoga. Maazallah. Zamane ke malik tu roya to hoga. Tujhe bhi kisi se agar pyar hota, hamare tarhe tu bhi kismat ko rota. Maazallah. Hier zit heel veel koffer in, sowieso. Hoe? Ongeloof. Uitspraken tegen Allah subhanahu wa ta'ala in. Zamane ke malik tu roya to hoga. Helpt Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer Allah liefde zou hebben voor iemand, hamare tere tu bhi kismat ko rota. Allah zou ook helpen. Weet je wat hij hiermee wordt bedoeld? Je weet toch, je hebt die jeugdliefdes. Wanneer ze elkaar niet kunnen verkrijgen, dan zitten ze te huilen in de wc's in de badkamers. Ken je niet? Overal zitten ze te huilen. Oh, jammer man, jammer. Jammer, jammer. Dit wordt nu gelinkt naar Allah subhanahu wa ta'ala. Is koffer, is openlijk koffer. Tweede. Heel die song, heel die muziek was goed. Daar zat helemaal geen koffer in. Heel die tekst, ik heb heel de tekst doorgenomen. Er zat geen koffer in. Er is één lijn alleen. Eén regel waar koffer in zit. Jannate sajai mene tere liye. Chhod di khudai mene tere liye. Er is maar één regel uit heel dat lied. Eén regel. Chhod di khudai mene tere liye. Van jij, ik heb jou nu. Ik heb zelfs God gelaten.
Dan kufriyat. Dus jij was een moslim. Nu heb je God gelaten. Wie ben je? Geen moslim. Mere aankhon mein, mere saanson mein, tera chehra, mere dil ki har ek diwar par tera chehra. Quran zegt, de geliefde profeet zegt, in het hart staat Allah geschreven. Allah. Deze lyric tekst zegt, Allah, nee, niet Allah staat geschreven, een foto van je geliefde is daar opgeprint. Tu hi mere jahan, tu hi rab. Tu hi dua, tu hi lab. Tu hi zuba, tu hi ra. Tu hi maka, tu rehnuma. Alles wat wij relateren naar Allah subhanahu wa ta'ala toe, relateren zij naar die geliefde persoon waarvan zij zo erg houden. Is dat geen koffer? Kule kufriyat. Tujhko di surat parisi. Dil nahi tujhko diya. Milta khuda to puchta ye zulum tune kyu kiya? Astaghfirullah. Wanneer ik God tegenkom, zal ik hem vragen, hoe heb jij deze zulm begaan? Allahu Akbar. Daarom zeggen wij, luister niet. Luister niet naar Bollywood songs. Of als je het niet kan laten, kom naar mij toe met die teksten van die songs. Ik zal ze een beetje goedkeuren voor jou. Laten we een beetje simpeler gaan worden. Laten we een beetje simpeler gaan worden. Inshallah met de tijd mee, doe de tazkiya, tazkiya nafs, tazkiya kalb en dergelijke. Je zal alles gaan laten, inshallah. Maar, waarom zeggen wij dit? Wat gebeurt er? Je luistert ernaar. Je begint ervan te houden. Je gaat automatisch beginnen te zingen. Je begint te zingen. Je gaat douchen. Ga je daar zingen. Douchen en zingen. Douchen en zingen. Wat doe je? Je zingt alleen maar koefer. Hier heb ik het over. Moet een hindoe hierover boos worden? Nee. Je hebt geen reden om boos te worden hierover. Waarom worden moslims boos eigenlijk? Wanneer ik dit aanhaal, waarom worden moslims boos? Waarom worden jullie boos? Waarom worden jullie boos? Ik praat nu met de moslims die daar zo moeten dit zullen luisteren. Waarom worden jullie boos? Als ik zeg van de teksten hebben koefer en door koefer te luisteren, kan je koefer begaan. Jouw imaan ligt in gevaar, omdat de teksten tegen de kardinale leerstelling van de islam ingaat. Waarom word je boos? Waarom moet je me schelden? Je scheldt mij niet. Je scheldt de lering van de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit is wat jij aan het doen bent. De geliefde profeet had het verboden om uit de glazen te drinken waar bier in geserveerd werd. Degene die de biografie kennen weten het. Waarom was dat zo? Omdat het een link heeft. Hier hebben wij niet eens te maken met materiële zaken, we hebben te maken met akida. Akida hebben wij te maken. Allahu Akbar. Hoe kan je het beste zelf erachter komen wat koefer is en wat geen koefer is? Hoe kan je het beste zelf erachter komen? Je hebt de 50 punten van imam Bajuri rahimahullah ta'ala. Basis, simpel. De risale van imam Bajuri. Deze is vertaald en toegelicht door Mohammed Yasin Khan. Een hele goede, prachtige boek. 50 geloofsovertuigingen die hierin vermeld zijn. Hoe je moet geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe je niet moet geloven in Allah. Waar je verplicht bent om in te geloven. En waar je verplicht bent om niet in te geloven over Allah, de profeten en dergelijke, et cetera. Alles aan jullie vermeld. Ja? Begin dit door te nemen. En wanneer je dan zal luisteren, dus doe kennis op. En wanneer je dan zal luisteren, zal je automatisch herkennen. Oh, dit is fout. Dit is fout. Dit gaat tegen de geloofsovertuiging in. Dit is fout. Dit is niet waar ik in geloof. Nusrat Fatali Khan heeft ook heel veel kufriyat gezongen. We weten allemaal hoe hij dood is gegaan. Zijn tong hing tot hier. Na zijn dood. De tong hing tot hier. Hoe? Door al die kufriyat. Het kan zo zijn dat hij geen tauba heeft gedaan op het einde van zijn leven. Kan best zo zijn. Mensen halen aan. Mohammed Rafi, de legend, heeft Pachit Bhajan gehaald. Pachit Bhajan. Zo'n grote moslim heeft Bhajan gezongen. Arre bhai, je wordt geen moslim, grote moslim, door je bekendheid op de wereld. Je wordt een grote moslim door je akida hier, wat je in je hart hebt. Daardoor word je een grote moslim. Mohammed Rafi, de legend dus, wij weten van hem, al zijn liedjes die hij heeft gezongen, zeggen wij is fout. Heel veel hebben koffer erin. Wij weten van Mohammed Rafi, op het einde heeft hij hajj gedaan. Hij heeft hajj gedaan. Op het einde van zijn leven heeft hij hajj gedaan, tawbah gedaan, daarna is hij dood gegaan.
Wij weten niet of hij vergeven is of niet vergeven is. Allah subhanahu wa ta'ala is de oordeler. Wij gaan niet oordelen daarover. Maar haal geen voorbeelden van mensen aan. Van die is een moslim en die was zo bekend en die heeft het gedaan. Nee, dat kunnen wij ook aanhalen. Ja, mijn pier heeft zo gedaan, mijn pier heeft zo gedaan. Dan eindig je ook weer bij Tahrul Qadri. Nee, dat halen wij niet aan. Wij halen boeken, Koran en Sunnah. De juiste overlevering van de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Nogmaals, stoppen wij de Hindus? Luister geen Bollywood songs? Nee. Stoppen wij mensen? Oké, we hebben het over Bollywood, hè. Dat was aangehaald, maar ja, al die anderen uit Amerika en dergelijke hebben ook heel veel haat, heel veel seksistische teksten en dergelijke. Alles is fout, hè. Alles is fout wat tegen de kardinale leerstelling van de islam ingaat, is fout. Alles wat jou brengt richting naaktheid, richting ontucht, richting zina, richting alcohol, dergelijke, is fout. Niet alleen in de islam, in alle geloven is dat fout. In alle geloven. Dus ik haal Bollywood aan, Bollywood songs, maar hiermee bedoel ik ook al die anderen die aanwezig zijn. Ik weet niet wat er allemaal zijn, ik heb begrepen, er is Hollywood weten wij. Ik heb begrepen, er is ook een Tollywood. Is van Bangladesh, Bengali Tollywood. Er zullen meer zijn, Hollywood en dergelijke. Heel veel zijn er. Er zijn er heel veel. Ik bedoel alles, beste broeders en zussen. Alles bedoel ik hiermee. Niet specifiek één. Mensen denken, ik ben fan van de Hindoes. Ik ben geen fan van de Hindoes. Ik ben juist jullie beschermer. Ik bescherm de moslims ervan om te gaan mengen in jullie geloof. Jullie zijn Hindoes, blijf Hindoe. Ik wil dat mijn moslims blijven. Klaar afgelopen. Dit is wat ik aan het doen ben. Ja, we hebben het over songs gehad. We gaan nu over naar de Bollywood. Films. Movies. In die lezing had ik aangehaald, de movies beginnen met Pooja Pat en dergelijke. Ik sta nog steeds achter mijn punt wat ik heb aangehaald. Geen ene woord trek ik terug. Ik trek geen enkele woord terug. Ik sta erachter van er wordt hindoeïsme wordt gepromoot in de Bollywood films. Wordt gedaan. En onze domme moslims, die kijken naar films, dan zie je bijna elke film, moslim is terrorist. En jij als moslim terrorist op de bank staat te kijken. Jammer genoeg moet ik het zo zeggen. Want je bent er tevreden mee. Je bent er tevreden mee. Altijd zie je moslims negatief. Punt nummer 1. Punt nummer 2 is, het eerste is, moslims worden sowieso negatief afgebeeld. Negatief afgebeeld. Punt nummer 2 is, van hindoeïsme wordt gepromoot erin. Je hebt cultuur en je hebt geloof. Dat zijn twee zaken. Wanneer dit gaat mengen, heb je een hele grote probleem. Want bij onze Hindoestaanse Surinaamse, ook dit is een punt. Ja, hij is een Hindoestaan, dus ooit was hij Hindoe. Laat het alsjeblieft niet hebben hoe Hind en Perlustig hier is ontstaan. Laat het niet daarover hebben. Alhamdulillah, al deze geschiedeniskennis heb ik, bezit ik. En kan ik uren over gaan praten. Mensen zeggen Hindoe. Hindoestanen, dus Hindoe. Hij was ook ooit een Hindoe. Zijn voorvaders, wij weten wat onze voorouders waren. En daarom zijn wij Khwaja Gharib Nawaz, Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri. Hartelijk dankbaar. Hij is alleen gegaan naar Hind. En alleen heeft hij 900.000 Hindoes moslim gemaakt. Alleen. Alleen. Moet je nagaan. Wanneer één persoon 900.000 Hindoes moslims heeft gemaakt, moet je zien wat de kracht van de islam eigenlijk is. Waarom is Bollywood er? Hoe is Bollywood ontstaan? Onze fuqaha, onze geleerden hebben gezegd, moslims waren zo sterk in hun tijd, dat er een plan is bedacht. Hoe moeten wij deze moslims kapot maken? Verder hoef ik niks meer te zeggen, kijk maar naar vandaag de dag naar de moslims, ze zijn al kapot. Helemaal verbasterd, helemaal verwaterd. Ze kennen niks meer van het geloof. Wanneer iets wordt aangehaald over het geloof, praten ze daar juist tegen op in. Zijn ze erin geslaagd met hun plan? Ze zijn erin geslaagd. Bollywood heeft zijn, de doelstelling waarvoor het geschapen was, op is gericht, is uitgevoerd. Is uitgevoerd. Wat zien wij? Wat leren wij uit de film van Bollywood? Wat leren wij eruit? Wat wordt er gepromoot? Wat zien wij?
Naaktheid. Wat zien we vandaag, dat laat ik hierop houden. Wat zien we vandaag dat onder onze moslims? Naaktheid. Waarom? Is normaal in Bollywood. Is normaal. Is shadi, is bia. Is normaal. Naaktheid is normaal. Waarom? In de films is het normaal. Wat zien wij? Merendeels onze moslimzusters dragen hun hoofddoek meer. Merendeels. Dit heeft te maken ergens een link met Bollywood. Waarom? Het wordt daarin gepromoot. Geen hoofddoek, mooie krulletjes. Kijk, het is voor de Hindoes. Jij bent een moslim. Jij bent een moslim. Waarom? Het is normaal in de films. Gemengde huwelijken. Hindoe trouwt met moslim, moslim trouwt met Hindoe. Is normaal, hij is normaal. Shah Rukh Khan heeft ook gedaan. Deze komt met een stroom op Facebook. Is Shah Rukh Khan zo'n grote moslim, is hij ook kafir? Tuurlijk is hij kafir. Tuurlijk is Shah Rukh Khan kafir. Wij geloven niet dat hij moslim is. Alles wat hij doet druist in tegen de kardinale leefstelling van de islam. Omdat hij de naam Shah Rukh draagt, betekent niet dat hij een hele goede moslim is. We hebben ook Shah Rukh onder ons. Die is 1000 keer beter moslim dan Shah Rukh Khan. 100%. Omdat Shah Rukh Khan is ook een moslim, grote filmster. Hij heeft het aangehaald, hij is ook getrouwd met Hindoe. Hij heeft een huis Koran en Puja. Alles kan, want hij doet het ook, is goed. Wat voor geloof kent hij? Wat kent hij? Als hij voor mij komt binnen 1 minuut, hij is plat, helemaal gebombardeerd op de grond. Helemaal. Helemaal gebombardeerd op de grond. Met woorden daar, hè, met woorden. Met woorden. Tuurlijk heb ik eigenlijk verkeerd gehandeld. Gemengde huwelijken is niet toegestaan in geen enkele geloof. Ik had het aangehaald nog, de Arya Samaj en de Sanatan Dharm. Weten jullie, wanneer deze twee zijn verschillen? Er zijn issues met deze twee in het hindoeïsme. Wanneer een jongen en een meisje met elkaar willen trouwen en ze verschillen van elkaar, eentje is Arya, eentje is Sanatan, dan moet het meisje moet haar geloofsrichting laden en die van de man accepteren. Nu in deze tijd kijken ze doorheen van laat het gaan, moderne tijden. Maar van oorsprong was het zo. Van oorsprong, en velen doen het nog steeds zo. Hoor. Velen doen het. Kijk, wij hebben een connectie met Suriname. In Suriname kom je velen tegen. Je hebt je buurman, je hebt de mensen met wie je omgaat daar. Ze vertellen, bij jou naam heel, ja, kan je naam heel. Ze laten rijden. Naam heel. In hun is het ook niet toegestaan. In de islam is het ook niet toegestaan. Dat wat Shah Rukh Khan heeft gedaan, is dat nu een bewijs, een dalil, is het adilla? Is het Koran en hadith? Groter dan Koran en hadith? Nee, zeker niet. Dat betekent, Shah Rukh Khan zit fout. Hij gaat branden. En hij gaat je helemaal niet kunnen redden. Alhoewel hij hem hier beschermt, hij gaat jou niet kunnen redden in je graf in het hiernaam af. Hij zal er zelf vragen, help mij. Zal hij zelf doen daar? Allahu Akbar. Gemengde huwelijken zien wij vaker voorbij komen in onze moslimgemeenschap. Ik praat alleen over de moslimgemeenschap. Dat andere naakt rondlopen dagelijks boeit mij niet. Doe maar hoe je bent, ik heb toch een zwarte zonnebril, geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Moslims doen dat, moslims. Gemengde huwelijken komen vaker tegen in bij de moslims. Waarom is het normaal? Tegen je ouders ingaan. Zina. Gemeenschap voor het huwelijk. Is normaal in de films, is normaal. Een vriendin hebben, anders hoor je niet bij de gemeenschap. 12 jaar vriendin, 13 jaar zwanger. Is normaal, hij is normaal. Hoe wordt het gedaan? Allemaal effect van films. Het hoeft niet alleen Bollywood films te zijn. Het kan ook Hollywood films zijn. Alle films die dit promoot, valt onder deze categorie. Sommigen hebben de weg om gangsters te worden. Ze zien Sanjay Dutt, Baba. Sanjay Dutt. Ze kijken naar hem. Tiek, ik heb ook veel gekeken naar hem. Hele slechte acteur. Maar oké, er werd toch goed voor betaald. Maar, mensen kijken. Ah, gangsters. Komen ze hier op Facebook gangsters spelen? Als je gangster wil zijn, kom real life gangster. Dan niet op Facebook achter je toetsen wordt gangster. Kom hier real life gangster. Dan gaan we praten wat gangster is en wie de echte gangster is. Geen enkel probleem.
Maar waarom hebben ze het? Films, ja, films. Al Pacino, films. Tig. En nu een hele kwalijke zaak. Dat is muziek en dans tijdens islamitische huwelijken. Muziek en dans tijdens islamitische huwelijken. Shadis valt bij de moslims. Mijn vraag aan de moslims, een vraag aan jullie. Van bewijs muziek en dans. Bewijs muziek en dans in een islamitische huwelijk uit Koran en Sunna. Uit de lering van de Sahaba. Uit de lering van de Taba'in, het Ba'ut Taba'in, Salafu Salihin, van de Aslaaf, van de Awliya. Uit het leven van Huzur Wasi Azam. Uit het leven van Baba Faruddin Gandishakar. Uit het leven van Baba Makhdum Pak. Noem maar al die boezemraden op. Al onze vrome voorgangers. Uit het leven van Imam Ghazali Rahimahullah. Al die vrome voorgangers die we hebben. Maak uit welke boek bewijst deze ene handeling uit de islamitische geschiedenis. Is onmogelijk. Ja, de bewijs waarmee zij zullen komen. Maar ja, kuch god daarmee aan. Kabi kushi kabi gam meer aan. Dat is het enige wat ze zullen zeggen. Vandaag de dag zoveel alsof het normaal is. Zoveel muziek en dans tijdens islamitische huwelijken, niet normaal. Het is normaal geworden onder de moslims. Hoe gebeurt dit? Het is normaal in de Bollywoodfilms. Is normaal. Gang van zaken, waarom de danser zelf is moslim? Is Salman Khan hij? Is normaal. En deze punten wanneer je aanhaalt, dan krijg je een hele grote groep moslims tegen je. Je krijgt ze tegen je. Dan begin je te schelden, te bedreigen, schijnheilig te noemen en dergelijke. Waarom? Wat is de reden? Ik ben slechts een waarschuwer voor de dingen die ik zie gebeuren. En dit zijn niet alleen punten die ik aanhaal. Zoveel ulama halen dit aan in hun kringen en dergelijke. Men doet zijn werk. Ze doen hun werk op hun eigen manier. Alleen ja, van mij gaat het altijd viraal. Je weet toch wie ik ben, dus sowieso. Geen enkel probleem, ik ben daar niet bang voor. Geen enkel probleem. Ik weet alles wat ik vertel is te onderbouwen. En vandaag de dag dat wij alles zien, dit draait om één feit. Wij zijn te veel naar Bollywood gericht. Te veel naar Bollywood gericht. Songs normaal, koever normaal. Dans normaal, naaktheid normaal, geen pardon normaal, alles is normaal. Alles is normaal voor moslims. Wanneer je moet reacties checken op Facebook. Alles is normaal voor die moslims. Ik heb niks te zeggen over de hindoes, de mensen die reageren daar. Nee. Waarom? Jullie geloof boeit mij niet eens. Het is jouw geloof, lakum dien, kom waliyadien. Mij boeit mijn geloof en de beleiders van mijn geloof. Dat boeit mij. Enigste wat mij boeit. En daarom wat nodig was om dit uit te leggen. Ik sta bij mijn woorden. Elk punt, elk woord die ik vandaag verteld heb. En ook in mijn vorige lezingen heb verteld. Ik sta achter elk woord van mijn lezing. Achter elk woord van mijn lezing sta ik. Het enige wat ik kan doen is. Ik geef een negatief advies uit. Voor Bollywood songs. Bollywood movies. De mensen die het willen accepteren, accepteren het. Die het niet willen accepteren, accepteren het niet. Op de dag des oordeels, deze prachtige hadith komt nu naar voren. Zal naar voren komen van, waarom heb jij dit gedaan? Dit was een zonde, waarom heb je dit gedaan? Diegene zal zeggen, oh Allah, ik wist het niet. Oh Allah, ik wist het niet. Antwoord zal geven worden, je liegt. Er waren mensen in jouw gemeenschap die jou ervoor gewaarschuwd hadden. Maar nog steeds heb je het gedaan. Nog steeds heb je het gedaan. Oren zullen automatisch gaan spreken. Allah, hij liegt. Deze persoon liegt. Ik heb het zelf gehoord. Deze oren hebben het gehoord. Persoonlijk gehoord. Deze persoon wist. Hoofd zal beginnen te praten. Hersenen zullen beginnen te praten. Deze persoon had de kennis. Die wist het is fout. Maar nog steeds heeft hij het begaan. Moet je nagaan. Hoe zal je de verantwoording af kunnen leggen in het hiernamaals? Sommige punten. Een hele domme punt die is aangehaald op Facebook door een moslim. Hè? Door een moslima. Waar in de Koran staat Bollywood songs en muziek en films mag niet.
Waar in het Koran, deze Maulana moet het Koran bewijzen. Ik zal zeggen tegen deze persoon, begin allereerst je telefoon weg te gooien en begin je auto te verkopen, want nergens in de Koran heb je telefoon en auto. Begin te lopen nu. Begin te lopen. Ja? Staat in de Koran staat we moeten bidden. Staat er in de Koran wanneer wij moeten bidden? Hoeveel wij moeten bidden? Hoe wij moeten bidden? Of namaz, sajda, ruku en dergelijke heeft, staat het allemaal in de Koran vermeld? Nee. Wat geeft het aan? Wat geeft het aan? Kennisniveau van de moslims vandaag de dag. Super laag. Ik wil het eens laag. Laag is toch hoog? Laag is toch hoog? Ik weet, misschien zijn er professoren hier aanwezig die weten wat nog laag, lager dan laag is. Daarin vallen zij. Want als je met zulke beredenering komt op Facebook van laat het bewijzen uit Koran waar films en songs haram zijn, dan weet ik ook niet meer wat ik moet zeggen. Ik weet het echt niet meer. Sprakeloos. Sprakeloos. Allahu Akbar. Nogmaals, wij verbieden geen enkele christen. Ze zeggen van ja, de mensen in Saudi-Arabië, in Dubai, en de Turken en de Marokkanen, ze houden van Amerika, van Hindustanse films, iedereen kan Amitabh Bachchan. Laat hen kennen. Laat ze doen. Geen enkel probleem. Wanneer mijn boodschap bij hun ook aankomt, is het ook voor hun geldig. Geen enkel probleem. Maar ik praat nu tegen mijn Surinaamse gemeenschap. Mijn Surinaamse gemeenschap hier in Nederland, waar wij wonen en misschien zal het ook in Suriname beluisterd worden. Ook dus tegen de Surinaamse moslimgemeenschap in Suriname. Voor jullie is het boodschap belangrijk. Geen enkele hindoe hoeft boos te worden. Oké, ik had gezegd van de pandit heeft niet gewassen. De pandit heeft niet gewassen. Wat is hier zo negatief aan? Dat jullie direct wat anders denken. Jullie denken misschien achtergewassen, voorgewassen, links, rechts, boven, brede gewassen. Dat is wat jullie denken. Wij in de islam hebben een grote wassing en een kleine wassing. Dat heet de ghusl en de wudu. Toch? Wanneer ik zeg iemand heeft niet gewassen, dat betekent iemand heeft of de wudu niet of de ghusl niet. Of hij heeft de grote wassing niet of hij heeft de kleine wassing niet. Wat bij onze verplichting is, voor een aanbidding te gaan verrichten. Of voor zelf een goede handeling te gaan verrichten. Wij moeten zeggen, wij moeten in elke staat in de grote en de kleine reinheid verkeren. Dus wanneer je daarover gaat hebben van oké, deze ene woord van hij heeft niet gewassen. Hij heeft niet gewassen. Klopt. Klopt. Wat is hier verkeerd aan? Als jullie het zo erg vinden, ik neem mijn woorden terug, geen enkel probleem. Oké, de planeet heeft heel veel gewassen. We hebben hem net tegengekomen bij Diwali, we gaan eerst heel veel wassen. Geen enkel probleem dan. De planeet heeft heel veel gewassen. Dan zeg ik dat nu. Moet er nu weer een probleem zijn? Zoals ik zei, ik ben voor niemand bang. Ik hoef niks naar niemand toe te verantwoorden. Het enige reden waarom ik dit vandaag heb gedaan, dit heb laten opnemen en dit onderwerp heb behandeld, is omdat ik niet wil dat de islam als slecht wordt weggezet. Nee. Na het horen van alles, na het zien van alles, wilde ik graag dat de boodschap van de islam wel onderbouwd naar voren gebracht moet worden. En uitgelegd moet worden van waarom de verschillen er zijn. Waarom wij met bepaalde regels moeten opletten. Dat moeten wij zeker in acht nemen. Dat is de reden geweest. Alhamdulillah, dat wij verschillende meningen hebben, is normaal. Dat wij verschillende meningen hebben, is normaal. Dus daar heb ik het over meningen tussen geloven in. Dat is normaal. Dit noem je nou peaceful coexistence. Multireligieuze samenleving. Multiculturele samenleving. Vreedzame samenleving. Anders heb je geen vreedzame samenleving. Wat hindoes doen, doen jullie. Wij stoppen jullie niet. Wat christenen doen, doen jullie. Wij stoppen jullie. Joden, doen jullie. Er is een atheïst, Alex Primavera, vanuit Lelystad. Die is al jaren, zegt hij achter mij. Hij is een atheïst. Hij volgt elke lezing van mij. Hij zit tot laat en de nachten zit hij mijn lezingen 10 keer misschien te beluisteren. Om punten eruit te trekken. Nog deze week heeft hij mij geappt. En dergelijke. Geen enkel probleem, ik zeg tegen hem, doe wat je wilt doen. Jij gelooft toch nergens in. Misschien door dit te luisteren, ga je ergens in geloven. Inshallah. Geen enkel probleem. Mijn boodschap is naar de moslims toe. Weet wat jullie aan het doen zijn. Dat wij meningen verschillen met andere geloven, respecteren wij. Maar dat betekent niet dat wij nu, omdat we elkaar respecteren, ook mee gaan doen met religieuze activiteiten. Nee, dat is wel fout. Dat doen wij zeker niet. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen het besef geven van hoe belangrijk ons geloof
voor ons is. Ons geloof zit voor ons op nummer 1. Daarna al het andere. Wat Allah subhanahu ons het besef geven. Eén ding wat ik wel wil meegeven is het volgende. Ik zat de Hindoe doctrines door te nemen. Van de 10 principes die ze hebben. Hindoe doctrine. En ze hebben 10 principes. Alhoewel er heel veel verschillen met elkaar in kardinale leerstellingen en dergelijke, Aqida, kwamen, ik denk, 8 punten van de 10 met elkaar overeen van de doctrines. Luister goed, hiermee wil ik eindigen. God is de primaire oorzaak van alle wetenschappen. En alles wat we via de wetenschap aan de weet kunnen komen. Geloof je in moslims in? De moslims geloven hierin. De moslims geloven hierin. Allah is de alwetende. Alwetende. Punt nummer 2. God is bestaand, intelligent, gelukzalig, formeloos. Formeloos. Almachtig, rechtvaardig, genadevol, ongeboren, oneindig, onfeilbaar. Zonder begin, zonder einde, onvergankelijk, de steun en heer van iedereen. Alomtegenwoordig, zonder angst, onsterfelijk, eeuwig, heilig en de schepper van het universum. Geloof wij hierin? Komt overeen, hè? Mashallah. Punt nummer 3. Iedereen moet bereid zijn de waarheid te ervaren, te aanvaarden en onwaarheid op te geven. Iedereen moet bereid zijn de waarheid te aanvaarden. Zeg ik niet. De 10 doctrines, de principes van het Hindoeïsme. Dus wanneer jullie dit als waarheid zien en wat al bewezen is, aanvaard dan ook. Aanvaard het. En ook voor de moslims natuurlijk, van wanneer de waarheid kuljaal haqqu wa zahaqal batil, hetzelfde. Wanneer de waarheid naar voren komt, moet de batil weggehaald worden. Aanvaard de waarheid. 4. Alle handelingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met dharma. Dat wil zeggen overweging van goed en kwaad. Hoe vaak heb ik deze punt niet aangehaald? Voordat je iets doet, denk goed na. Zal deze punt mij helpen? Is het in mijn voordeel of in mijn nadeel? Nu wanneer je Bollywood gaat luisteren of kijken of dergelijke, denk goed na. Is het in mijn voordeel of in mijn nadeel? Misschien is er iemand die zegt van, ik kan het niet laten, ja. Ik ben verslaafd. Dit is geen Bollywood afkikkliniek hier in Nederland aanwezig. Ik ben verslaafd aan filmen. Ik moet filmen kijken. Dat is goed. Wanneer je kijkt en wanneer de religieuze puja's en dergelijke voorkomt, skip het dan even. Skip het, kijk dan. Voor jou is er een andere oplossing, inshallah. Maar dharma is heel belangrijk. Overwegen van goed en kwaad. Punt nummer 5. Het hoofddoel is het goede te doen voor iedereen. Oftewel het bevorderen van fysieke, sociale en spirituele welzijn. Komt overeen met ons? Punt nummer 6. Alle mensen moeten worden tegemoet getreden met liefde, redelijkheid en met waardering voor hun verdiensten. Dit is heel ver te zoeken. Ook bij de Hindoes die de comments hebben geplaatst. Op Facebook en ook bij de moslims die de comments hebben geplaatst op Facebook. Dus ga even de doctrines doornemen. Ja, de 10 principes. Punt nummer 6. Punt nummer 7. Men moet streven naar het verhelpen van onwetendheid en het bevorderen van kennis. Geeft de profeet op utlubul ilm min al mahdi ila al lahdi. Ook bij hun staat er, ga op zoek naar kennis, vergaar kennis. De Hindoes die boos worden op mijn uitspraken, ik heb niks tegen jullie, ik heb niks over jullie gezegd. Ik heb niks over jullie geloof aangehaald. Ik heb geen haat gezaaid over jullie geloof. Ik heb jullie geloof niet beledigd, niet vernederd. Ik heb alleen de punten uit jullie geloof aangehaald, wat zeker geen belediging was. Wat heb ik gedaan? Ik heb de moslims erop aangesproken van wat doen jullie? Na het geloven in de eenheid van Allah doen jullie al deze andere zaken? Daarom zeg ik vergaar kennis. Vergaar kennis. Punt nummer 8. Men moet niet alleen tevreden zijn met zijn eigen welzijn, maar ook het welzijn van anderen nastreven. Dat is het wat ik net in de hadith heb aangehaald. Waarom spreek ik de moslims aan? Omdat de geliefde profeet heeft gezegd, jullie zijn broeders. En wanneer jullie zien dat de ander de fout in gaat, help hem. Help hem, bescherm hem. Wanneer je ziet dat hij verlies aan het lijden is, bescherm hem. Help hem. Dit is het enige wat wij nu aan het doen zijn. Allahu Akbar. Volgens mij zijn er vragen vanuit jullie. Hier in het publiek. Vragen vanuit jullie. Volgens mij alles is al duidelijk, Sharif. Flex plus. Alles flex. Ma
MashaAllah. Onze Habibi verhaal is geblokt op de page van Winnie Kalbu. Geen enkel probleem. Ook dit zal geüpload worden. Even kijken wat voor reacties dit gaat uitlokken. Geen enkel probleem. Ik ben bereid 24 uur. Maakt niet uit wanneer je mij nodig hebt. Ik ben bereid om te gaan praten. Kijk, ik was gekomen met griep. Maar door de islam te praten is die griep ook weg. MashaAllah. MashaAllah. Dit gebeurt er wanneer je op het pad van Allah subhanahu wa ta'ala bezig bent. Allah helpt jou. We gaan zo naar mijn vrouw naar jongens. Dus Allah helpt jou. Het helpt. Zeker helpt het. Ik voel me nu helemaal weer beter. Waarom? Het doet je goed. Waarom? Je weet, je bent de waarheid aan het verkondigen. En voor de moslims die niet zoveel van hun geloof weten, ga direct op zoek naar een alim, maulana, imam, dergelijke in je buurt, naar de moskee in de stad waar je woont en ga op zoek naar kennis. Bescherm je imam. Uiteindelijk is die namas niks zal helpen, jouw imam zal je kunnen helpen, inshallah. Die namas, mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze aanwezigheid accepteren. Al het goede wat gezegd is, is afkomstig namens Allah subhanahu wa ta'ala. Dat ligt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn de dua van mijn ouders en zeer zeker van mijn moeder, de karim, zat alama bierzaak, inshallah, hafidhahullah ta'ala. Alle fouten die ik gemaakt heb, zijn van mijzelf, mogen Allah subhanahu wa ta'ala mij vergeven. Wa akhudu da'wana, alhamdulillahi, rabbil alameen.